Thank you.
Yep. Thank you.
In het lijf. Lijf van het dakterras in Lunetten, Utrecht. Voor de laatste thuiswedstrijd van de competitie. Reguliere competitie. Wedstrijd ronde nummer 15. Volgens mij was het best ronde nummer 16, zoals gememoreerd. Tegenstander van vandaag voor Consult Binnenland. Een paar weken geleden in Barendrecht op bezoek geweest. Daar een paar keer achterstand opgelopen in het begin. Heel goed teruggekomen, maar uiteindelijk dan toch verloren. En het leuke van de wedstrijd van vandaag is dat wanneer BC Utrecht Kangaroos wint van voor Consult Binnenland, dat de kans best groot is dat in de kwartfinale opnieuw dezelfde tegenstander opdoemt. En dan heb je in ieder geval de laatste competitiewedstrijd daartegen gewonnen en laten zien dat je daarvan kunt winnen. Is het zo dat voor Consult Binnenland wint, dan eindigen ze waarschijnlijk als eerste in de competitie. Hangt een beetje af van de andere uitslagen, want volgende week staat er nog de klapper van april op het programma voordat we de play-offs gaan beginnen tussen Dozy en voor Consult Binnenland. Dat zijn dan in de laatste wedstrijdronde de twee koplopers als voor Consult Binnenland wint. En dan heb je het als competitieleider fantastisch gedaan als je die ronde hebt weten te plannen in het laatste weekend. Want als dan de beide nummers 1 tegen elkaar spelen, dan gaat het zeer waarschijnlijk om thuisvoordeel. Mogelijk in de finale. En aangezien de finale over best of 3 gaat, kan het beslissend zijn. Alhoewel het thuispubliek in deze periode een minder grote rol speelt. Want de sporthallen zijn door alle regeltjes nogal leeg. We hebben gisteren of zaterdag al wat basketbalwedstrijden voorbij gekomen van Triple Threat. Die wonnen van de Jolly Jumpers, 64-52. En die kunnen volgende week dan, als BC Utrecht Kangaroos vandaag verliest, nog de 7e plaats bemachtigen. Sportief Grasshoppers verloor min of meer verrassend toch wel thuis van Lone Lions. 58-67 was daar de uitslag. Voor Consult Binnenland tackelde Lek Detek de oude koploper met 86-76. En zaterdag speelde BC Utrecht Kangaroos al het duel bij Den Helder. Drie kwarten prima meegedaan. Het laatste kwart ging het schotpercentage van BC Utrecht Kangaroos naar beneden. Van de thuisploeg omhoog. En dan kwam er uiteindelijk wel een geflatteerde 94-66 uitslag op te worden. Vandaag al 1 wedstrijd gespeeld. De topper tussen Lek Detek en Dozy. Opnieuw een nederlaag voor Lek Detek. En die moeten zich gaan op speelstel met plek 3. Dat was 66-70. We zitten al 6 minuten voor avond van de wedstrijd. We geven het woord aan de speaker van dienst, Theo. Misschien nog wel aardig om te melden dat we als livestream commentaar van BC Utrecht Kangaroos van de week ook even bij Radio 10 waren op een middag. Toen bekend werd dat bij Aris wellicht wat malversatie had plaatsvonden door een paar spelers bij het manipuleren van uitslagen. De commentator van dienst hier was zo vriendelijk om daar een limerick over te schrijven met wat toelichting. Behalve de limerick kwam ook de hele toelichting op de radio. Dat is natuurlijk altijd wel leuk als je als Utrechtse ploeg je dan wat spin-off hebt. De reden was dan wat minder. En voor wat betreft het spelen hier de Dames Eredivisie is het gewoon zo dat iedereen zijn stinkende best doet wekelijks om er een mooie
wedstrijd van te maken en een goede uitslag neer te zetten. Nog even terugkomen tot de stand, wel al een stukje genoemd. We begonnen vanmorgen met 24 punten, 12 keer winst voor Voorconsult Binnenland. Hetzelfde geldt voor Dozy Den Helder. En die hebben daar vanmiddag al 2 punten aan toegevoegd in Bemmel. Een uitstekende zege. Lectatec die blijft nu een beetje staan op de derde plek. Die kregen geen punten bij en die zijn ook klaar met spelen. Als eerste van alle teams hebben zij de competitie afgerond met 12 overwinningen in 16 wedstrijden. Sportief Grasshoppers die hangen tussen de top 3 en wat eronder komt een beetje in. Maar Landslake Lions heeft daar nu bij aangesloten door de overwinning van afgelopen weekend bij Sportief Grasshoppers. Nog maar 2 puntjes achter. Jordi Jumpers niet meer in te halen door BC Utrecht Kangaroos. 12 punten uit 15 wedstrijden. En BC Utrecht Kangaroos begint met 6 punten. Nog 2 partijen te gaan. Een triple threat met 4 punten. Ook nog 2 duels te goed. Dus het kan zeer waarschijnlijk volgende week beslist worden wie van de beide teams gaat eindigen op de 7e positie. En voor Keizer Capital Martini Sparks, die noemde ik nog niet. En die wonnen ook nog niet. Die staan op 0 punten uit 14 duels. Vandaag mogen ze het proberen tegen Triple Threat uit Haarlem. En als Triple Threat wint, dan komen ze ook op 6 punten. Dus dan moet BC Utrecht Kangaroos volgende week flink aan de bak. Want dan moet er echt worden gewonnen in Haarlem om nog een 7e plek te kunnen bewerkstelligen. Dus het kan best zo zijn dat BC Utrecht Kangaroos vandaag verliest. En volgende week ook verliest. En dan staan ze zeer waarschijnlijk opnieuw tegen Voorconsult Binnenland. En dat is ook koffie te kijken, want Dozy en Voorconsult Binnenland die sluiten de competitie volgende week zaterdagavond om 7 uur af met dan absolute kraker van nummer 2 tegen nummer 1. En dan hopen ze elkaar uiteraard later weer in de finale tegen te komen. Is mijn collega al de starters, collega Ruben? We zijn thuis met commentator Luc, collega Ruben en snuffel stagiair Annie van de partij. Mijn commentator ook met het uitzicht van ongeveer niets. Dan gaan we even kijken wie er al beginnen. Dat zijn voor BC Utrecht Kangaroos. Even kijken. Nummers 3, Rooshof. 6, Irati Beltran Hernandez. 10, René Hoveling. 11, Josephine Cornelissen. 15, Lea Romkes, die de laatste weken goed van de partij is. Bij Voorconsult Binnenland hebben we Beza Okai Ben. Maaike van Zijl met 5 en die heeft een historie in Utrecht achter haar kiezen. 6, Gabrielle van den Bos. Bel voor de luisteraars in Binnenland. 10, Jamaila Adams. En 11, Eline Casius. Coaches bij BC Utrecht Kangaroos. Ramon Kuipers, geassisteerd door Jeremy Hooy. Joost van Rangrooy neemt onderdeurs waar voor de 23,5 jaar gemiddeld oude ploeg van Voorconsult Binnenland. 1,5 jaar ouder dan die van de thuisploeg. Geassisteerd door Linda Appers. En voor die dat zover dat mocht hebben gemist, hoofdscheidsrechter vanmiddag hier in Utrecht, Eveline van den Bos. Met Bert Wassink en Mike Neuhaus, of Neuhuis moet ik zeggen, maakt het arbitrale trio compleet. Zitten op enkele seconden voor de tip. Of, en zo te zien heeft arbiter Eveline van den Bos het prima naar de zin. Om zo meteen de tip of te mogen verrichten. En dan zitten wij ondertussen in ons dakterras. Snuffelstagiair Arnie heeft het beste uitzicht. Ruben en ondergetekende kijken vooral aan tegen de sponningen van de ramen. En dus nu dan blijven we wel in beweging, een soort van links naar rechts. Dan kunnen we het spel toch wel blijven volgen. In plaats van ochtendgymnastiek, zal ik maar zeggen. Zeker. Eens. Ja, het wordt belangrijk hoe ze starten. De uitwedstrijd tegen Binnenland op 13 maart hadden ze eigenlijk een heel moeilijk eerste kwart. Waarbij ze eigenlijk 11 punten achter stonden na het eerste kwart. Ja, en dan verlies je uiteindelijk met 9 punten. Ja, en dan zie je dat je het vooral laat liggen in die eerste paar minuten. Dus ja, goed starten vandaag is heel belangrijk. Ja, het eerste balbezit is in elk geval voor Voorconsult Binnenland via deze Okai Ben. En dan gaat Eline Casius naar het bord toe. En dan wordt volgens arbiter Bertrik Wassink. Een overtreding gemaakt. En dan beginnen we met de 2-5 worpen voor Eline Casius van Binnenland. En die kan de eerste score van deze tweede paasdag in Utrecht op het scorebord zetten. En dat doet zij. Tweede vrije worp voor Eline Casius. En dan is het meteen 0-2 na 9 seconden spelen. Zegt uiteraard helemaal niks.
Irati Beltran Hernandez voelt aan haar hoofd, geeft de aanval aan voor BC Utrecht. Kangroes, Lea Romkes, Josephine Cornelis met een hupje. En met een schot valt niet goed. En een rebound is daar Gabrielle van den Bos voor voorgevuld binnenland. Mooie beweging van Jamaila Adams, maar ze scoort niet. Net te veel hooi op de vork genomen in deze actie, denk ik. Roos Hof, die maakt de schijnbeweging, een schijnpaas, komt uiteindelijk tot een schotje. Jamaila Adams, de rebound. Gabrielle van den Bos, die schoot met 3 punters de wedstrijd in Barendrecht op slot. Weggetikt door Josien Cornelissen, Irati Beltran Hernandez draait om Okai Ben. Het was een fraaie actie bij zij. Okai Ben kon alleen toekijken bij de score voor Irati Beltran Hernandez. Mag de herkans nog een keer 3 punten aanleggen. Ook nu niet goed bij Jamaila Adams. En dan geeft René Hoveling aan welke aanval we spelen. De 3 mensen in Hoveling laten ze een beetje inzakken. Josephine Cornelissen probeert om een in de casus heen te komen. Die is 2 koppen groter, maar dat maakt de schutter van BC Utrecht Kangroes niet uit. En die rond af met links. Gabrielle van den Bos, harde drive. En dan ziet Eveline van den Bos een persoonlijk fout. Geeft aan dat we 2 vrijworpen gaan nemen. En dan is de dader Josephine Cornelissen. Die kan de eerste persoonlijke fout bijschrijven op haar strafblad. En dan is Bel voor de luisteraars van buiten. En Gabrielle van den Bos voor de neutrale luisteraar. En kijken aan de vrijworplijn bezig. En die gooit de eerste keurig in. 1 puntje voor Gabrielle van den Bos. Die, zoals gezegd, met 3 punters het lot van BC Utrecht Kangroes in Barendrecht bezegelde. En ook de tweede gaat erin. En daardoor is er veel steun van Marlou de Klein die op de bank begint. Want ook Marlou de Klein nam in Barendrecht belangrijke scores voor zich. Irati Beltran Hernandez. Bal naar binnen naar Roos Hof. Die draait goed om het tegenstander heen. Dat willen we graag zien. Ruime opzet van de aanval. We proberen de mensen inside te bereiken met een goede paas. Aanval via Eline Casius. Die maakt hem makkelijk af. En zo is het 6-6. Houden de ploegen elkaar prima in balans in deze openingsfase. Josephine Cornelissen. Lea Robbins geeft nu door naar Irati Beltran Hernandez. Die paast hem goed terug. Give and go met Lea Romkes. En die maakt deze prima paas uitstekend af. En dan leidt na 2,5 minuten thuisploeg met 8-6. Dat is redelijk productief voor de eerste 2,5 minuut. Absoluut. Dat is een goed begin voor BC Utrecht Kangroes. En dan gaat Gabrielle. En dan gaat Marlou de Klein. Die komt niet uit bij het bord. Naar een reboundje. En meteen gas geven Roos Hof. En die geeft een assist. Die komt niet tot een assist. Niet afgemaakt. En uiteindelijk houdt Jamaila Adams de bal prima binnen. En die stuurt Baiza Okaiben weg. Maar interceptie voor Irati Beltran Hernandez. Snelle actie. De Pasa's op haar best. Vol gas naar de overkant. Roos Hof krijgt de bal nog net bij Josephine Cornelissen. Goed opgelost door Roos Hof. Netjes binnengeschoten door Josephine Cornelissen. Nu staat het 10-6. En dan is BC Utrecht Kangroes aanvallend sterk begonnen, maakte de ballen en de kansen goed af. Baiza Okaiben, moeilijk, te moeilijk. En opnieuw een aanval voor BC Utrecht Kangroes. René Hoveling zoekt Marlou de Klein op. Een paar schoenen binnen, Marlou de Klein komt te laat om de kant van het te verlenen. Josephine Cornelissen heeft gescoord. Dan staat er op 6 punten en Lea Romkes was degene die een assist plaatste. Dan is het 12-6, dat is toch wel een flitsende start op deze tweede paasdag voor BC Utrecht Kangroes. Ja, dat is precies wat we nodig hebben. Ik denk dat het is niet voor niks dat Binnenland een time-out neemt. Want ik geloof dat er 3 scores op rij waren van een heel eenvoudige pick-and-roll. Paasje naar de wing, screen zetten, afrollen en open man. Die vervolgens ook op de andere wing die doorschrijft een mooie vrije man vindt. Goede start. Ik denk alleen dat voor Kangroes dat ze moeten zorgen dat ze de middle drive eruit gaan halen. Want er wordt nog wel gemist nu door Binnenland, maar eigenlijk is het midden helemaal open. Alle aanvallen komen gewoon door het midden. Maar ze zullen niet blijven missen. Nee.
is even nu een aandachtspuntje. Maar ja, perfecte start. En wat zal Binnenland gaan doen in de verdediging? Om het, wat ja, die zullen ongetwijfeld even gaan hebben over wat ze gaan doen met die pick-and-roll daar. En ja, een klein beetje uitstappen is al genoeg. Maar er ligt dus een switchje of meer hatchje. We gaan zo zien wat ze gaan doen. Het begint al met het feit dat degene die het screen krijgt, die pick krijgt, dat hij een beetje moet bewegen, want die staat helemaal stil. Ja, daar kan je als aanvaller heerlijk een pick op zetten. Ja, als je dan blijft stilstaan en niet überhaupt al probeert om over het screen heen te vechten, dan sta je eigenlijk al met... Dan staan we met 1-0 achter. Ja, om maar eens even wat voetbaltermen op deze voetballoze zondag te gebruiken. Deze toegevoegde zondag, tweede paasdag 2021. En dan is het wel heel leuk dat er heel veel basketbal is en een dag geen voetbal. En inmiddels sneeuwt het buiten, dus... Dan laat ik binnen zitten. Dus we gaan zo meteen muziek van Prins draaien, begrijp ik. Sometimes it snows in April. En vooral op tweede paasdag. Dat is wel een onvergetelijke tweede paasdag. Ja, dit is Pasen. Met, en in april, en met Prins, en met Pasen. En dat is een foutief blok. Ja. Neergezet door, volgens mij, Lisa van den Adel, als ik het goed zag. Achter de coulissen. Niet helemaal goed. Even kijken hoe ze dit oplossen. Josephine Cornelissen. Naar binnen Leo Romkes, die is sterk. En die verschalkt daar toch de grotere en meer geroutineerde Eline Casius. 4 puntjes voor Leo Romkes noteren we. En dan staat het 14-6. Irati Beltran Hernandez. En dit is gewoon zoef naar de overkant. En dit kan toch niet een gewone persoonlijke fout zijn, zou je denken. Maar de beide scheidsrechters oordelen daar hetzelfde over. Zijn in de milde bij op deze tweede paasdag. En waarom niet in de beginfase? Maar eigenlijk moet natuurlijk, wat je in het begin fluit, ook aan het einde fluiten. Veel kans om de bal te spelen hadden ze niet. Want Irati Beltran Hernandez was echt als Woody Woodpecker weg. Nou, als je hier een hospitief had gegeven, had ik het niet raar gevonden. Niet raar gevonden. Nee. Vanuit onze dakterras had ze in ieder geval alle schijn van dat de bal niet meer echt gespeeld kon worden. Dus kwamen beide vlachten de speelsturf vandaan. Maar daar heeft Irati Beltran Hernandez geen boodschap aan. En dan scoort hij gewoon na 2 vrijworpjes. En dan is het 16-6. En dan start de thuisploeg erg sterk op deze tweede paasdag. Van afstand voor 3. Gemist door Balou de Klein. Reboundje René Hoveling. En dan scoort B.S. Utrecht Kankhoes er flink op los. Zo, als dit gemiddelde doorgaat, dan kom je al rond de punt of 30 uit. En daar is Bel, Gabrielle van der Bos, te laat in de verdediging tegen Irati Beltran Hernandez. Ik mag ook meteen de bank eventjes opzoeken en dan komt Baiza Okaiben. Hij vervangen. Balbezit, aanval voor BC Utrecht Kankeroes. Zwartje Josephine Cornelissen. En dat is blijkbaar toch als laatste aangeraakt door Lisa van den Adel. Staat op ons lijstje als nummer 8. Waarschijnlijk kan ze nog een shirtje over ergens. En dan zegt Patrick Hernandez. Bijna, ik prik je eventjes in je ogen. Bij Jamaila Adams. Die liep onder zijn hand door. Maar het gaat gelukkig allemaal goed. En dus ze kan moeiteloos het veld oversteken. Paasje naar de plein. En die vindt met een onderhandspaasje prima Eline Casius. En die komt op haar 6e punt. En dan wordt het 16-8. Roos Hof. René Hoveling, ja, René Robbins. Die wacht niet op ik. Nog een keer. Daar gaat Irati Beltran Hernandez. Rooshof open voor een actie. En die maakt ze inderdaad ook. En dan is Lisa van den Adel aan de late kant. Om hem nog correct te verdedigen. En die incasseert een persoonlijke fout. En dan vinden we Rooshof op de vrijworplijn, waar ze zich meldt voor 2 vrijworpen. En daar is BC Utrecht Kankhoes scherp op dit moment, ja, met het nemen van de vrijworp. Zijn lekker meegenomen puntjes van aanvallen die onreglementair werden afgestopt. En dat wil de ploeg nog wel eens anders doen, maar ze zijn nu echt zuinig daarmee. Nog geen vrijworp gemorst en dan sta je 10 punten voor. Dat is een nieuw Malou de Klein die Elise Casius heel snel bedient aan de andere kant. En Eline Casius staat inmiddels al op 8 punten en die deed niet mee in het
de wedstrijd in Barendrecht, daar ontbrak zij. En was Maaike van Zijl een van de starters. Paasje van Beestel Kargoes aan de schotige kant. En bij Okai Ben mag de aanval opzetten voor Consult Binnenland. Maar nu een klein voor 3. Te kort. En er zit een handje aan. Maar te laat. En dan mag Beestel Kargoes de bal gaan innemen. En dan komt de ene vrouw van Urk voor de andere vrouw van Urk. En die waarschijnlijk vervangt Lea Ronkes. En dan zien we op het veld Eva van Oosten voor Consult Binnenland. Eva van Oosten, een van de jongere speelsters, 1,87 meter en talentvol. En dat geldt voor heel veel speelsters uiteraard op dit court. En als ze dan toespelen op eigen helft, goed naar voren verdelen door Jamila Adams. Dat levert balbezit op voor de bezoekers uit Barendrecht. Ja, nu worden ze een beetje slordig. Dus onnodig natuurlijk. En als je terugspelen krijgt op eigen helft, moet je de bal altijd innemen op de aanvalshelft. Dat is een regel die wel eens vergeten wordt door basketballers. Wordt nooit op midlijn of op de eigen helft ingenomen. Maar Ludwig Klein redt zich goed uit de situatie. En stelt bij zijn Okai Ben in staat om een 3 punten te scoren. En dan is het ineens 18-13. Dus 10 punten voorsprong geslonken naar de helft, naar 5. Irati Beltran Hernandez. Mooie paas van Irati Beltran Hernandez. En keurig afgemaakt voor Josephine Cornelis. En dat is de meest scorende vrouw aan de kant van BC Utrecht Kangroes. Hij speelt er goed. Staat inmiddels op 8 punten. Zit goed in de verdediging op Jamila Adams. Kijk, weer de middenvaartje. Gaat er weer. Die moet echt eruit gaan halen, hoor. Want die is gewoon zo dodelijk. En dan gaat de bal naar buiten als hij weer naar binnen klapt. En dan 3 punten voor Marlou de Klein. En dan is het 20-16. Leidt deze Utrecht Kangroes nog steeds. Irati Beltran Hernandez probeert Okai Ben te verslaan. Dat lukt dan weer net niet. En dan is aan de andere kant van Ludwig Klein degene die de aanval opzet voor Consult Binnenland. Weinig beweging bij Consult Binnenland. Dat leek me een loopfoutje, maar dat mag door. Wel zo dat ze daar voorleid haalt en uiteindelijk de verdediger van deze Utrecht Kangroes een foutje incasseert. Bij 20 tegen 16. En dan kan Eva van Oosten de aansluiting terugschieten met 2 vrije worpen. Mike Neuhuis geeft de bal. Eva van Oosten mist de eerste poging. Dat zijn toch punten die je dan wel graag wilt maken als je een fout hebt meegekregen. En dan had je waarschijnlijk de bal er gewoon ingegooid. Dus kan het tegen zeggen, we hebben 1 puntje terugverdiend. En de tweede is ook niet goed genoeg. En dan pakt Roos Hof de rebound voor de thuisploeg. René Hoveling draait slim weg. Maar hij verrast ook zichzelf. En dan gaat Benoem de Klein op zoek naar Irati Beltran Hernandez. En die krijgt dan op de valreep nog een persoonlijke fout van Mike Neuhaus. Die dacht nog eventjes game flow te kunnen toepassen. Maar waarschijnlijk was het de fout. Net iets te veel. En beïnvloed dat de schotpoging wel een moeilijke draai was voor Marloes de Klein. Lisa Stouffer voor Josephine Cornelissen bij BC Utrecht Kangroes. En Marloes de Klein heeft wel vaker vrijworpen genomen. De ex-professional, inmiddels 28. Maar nog steeds van zeer grote waarde in de Nederlandse competitie. En zeker voor binnenland. En ze gooit ook de tweede vrijworp erin. Een 3 punten en 2 vrijworpen. En dan wordt het 20-18 met 5 punten voor Marlou de Klein. Irati Beltran Hernandez wordt op de huid gezeten door Baiza Okai Ben. En dan is daar een geborstschot van Eva van Oosten. En dan is het lengteverschil te groot om te kunnen overbruggen met het verrassingselement. Roos Hof tikt goed de paas weg van de insnijdende Eline Casius. Dus blijft al even op 8 puntjes staan. Die kan op 10 punten komen in het eerste kwart. De laatste 3 minuten scoort deze Kangroes de punten beduidend moeizaam. Ze lagen op een schema van 30. Dat gaan ze nu even niet halen. De rebound gepakt door Jamila Adams. En dan is het de vraag wie daar te laat is. Er zijn er behoorlijk wat van BC Utrecht Kangroes die er bovenop doken. Ik vind ze wel heel erg strak fluiten nu hoor. Die vorige fout die zag ik eigenlijk ook niet. Dat vond ik eigenlijk een beetje. Ik probeer door 2 verdedigers heen te stappen. Ja, dan is het heel niet raar dat je dan de bal kwijtraakt. Dus erg makkelijk gefloten. Ja.
Nou, dat ik zal ze nu even wat grenzen aan het bepalen zijn. Jamila Adams maakt in ieder geval daar geen gebruik van. Die laat eerst vrij worden voor wat het is. Nou mist volgens het binnenland al 3 vrijworpen op rij. We houden ons adem in. Dat schijnt te helpen, want die bal die gaat erin van Jamila Adams, haar eerste puntje. Hier uit de belt van Hernandez en Henning van Schaik. Ze zoeken de bank op. En dan zien we aan de kant van Vorkelsveld Binnenland Maaike van Zijl haar entree maken. De speelster die vorig jaar uitkwam voor de BC Utrecht Kangoes. En ook speelde in het nationale team bij de Europa Cup. En daar wat ervaring mocht op doen. De 3 punten van René Hoveling zeilt nu nog in onze dode hoek. Dan kunnen we zien waar de bal eindigt. We zitten in een soort aquariumtje met vooral de spijlers en de planken voor ons neus. En wat we beter kunnen zien is de achteruitgang. En als de bal in de linkerhoek verdwijnt, dan verdwijnt hij ook uit beeld. En we zien in ieder geval dat de bal gevonden is. En focus op het binnenland een aanval mag gaan opzetten via Jamila Adams. Gaat hard. Paas hem goed uit naar Maaike van Zijl. Die kan met 3 punten schieten. Omdat deze regelmatig bij deze route kan goed. Rebound van Lisa Stauver. Goed de tegenstander weggehouden. Zodat Roos Hof in staat om met 3 punten te schieten. En daar steelt René Hoveling de bal weg bij Marno de Klein. En is Charlotte Nauws net op het veld gekomen als de kippen bij om haar eerste punten aan te tekenen. Jamila Adams gooit het tempo flink omhoog. Maar is dan net even wat te slordig. En dan zo komt BC Utrecht Kangoes weer eenvoudig in balbezit. Bij 22 om 19, 3 puntjes voorsprong. Tegen de koploper, de gedeelde koploper van de Eredivisie aan het begin van deze ochtend. Doosje heeft de 2 punten al geïncasseerd vandaag uit bij Lek Detek, bij de oude koploper. En Focus op Binnenland moet de 2 punten hier zien binnen te halen tegen deze Utrecht Kangoes. Dan zal daar een duwtje in de rug geweest zijn bij het naar binnen pasen van die bal. Dat klopt, en de dader is Jamila Adams. Geen goede positie, proberen dat te compenseren volgens scheidsrechter Eveline van der Bos. En dan mag Roos Hof aanleggen vanaf de vrije worplijn kijken of ze 100% weten vast te houden bij BC Utrecht Kangoes. Ik keek de andere kant op, dus ik zag het even net niet. Durfde niet te kijken, durfde jij te kijken. De stand blijft dezelfde, de eerste was mis. Ja, Kansing, om er toch nog eentje van te nutten en dat doet ze wel goed. Eén gemiste vrije worp voor BC Utrecht Kangoes, kan er uiteraard mee door. Wijze uitkijkban pas bij de buiten. Marlo de Klein op zoek naar medestanders. Die vindt ze niet. En dan doet ze het enige wat dan makkelijk overblijft. Dus zelf het schotje pakken. 23-21. Hoge score in deze helft. Dat was zeker voor een tweede paasdag. Maar paasbrood en allemaal eitjes die wellicht de lichamen zijn ingekomen. Het is even onduidelijk wat er aan de hand is. Ja, dat is een onterechte goal. Ze herstellen hem ook meteen. Dus, ja, nou. Niks aan respect voor de vrouw. Ik denk dat ze even in de war was met de middelen. Hè? Ja, ik denk dat ze even het hart uitademde. Dat je ook als fluit zelf ook wel eens dat wat te krachtig ben in de ademhaling. En dan heb je fluit in iemand, die gaat er gewoon af. Lisa Stauver gaat er goed tussendoor. Maakt Nanny af, wel een goede rebound daar voor Leo Romkes. Die gaat hard omhoog. En dan kan Jamila Adams niks anders doen dan haar tegenhouden. Maar de fout gaat naar Evie Overgouwen, zo te zien. Van Maaike van Zijl in dit geval. Vrijworpen, Lea Romkes. Die laat het puntje liggen. Ja, zo. Deze moeten ze gewoon lekker blijven scoren, want dat maakt gewoon eigenlijk het verschil de hele tijd. Straf die fouten af en blijf vrijworpen. En dan gooi je vrijworpen erin. Ja. Liefst tegen 100%, dat is natuurlijk een utopie. Ook op de tweede paasdag. Wel de tweede raak, 5 punten voor Lea Romkes. En dan is hij nog een oudste, heel vervelend voor Baiza Okaiben. Ze duikt erop, pakt de bal. En dit is echt een fantastisch grondgevecht. Dat is jammer. En daar wordt leeuwenmoed niet beloond. Charlotte Nauws. Ook als een leeuw bovenop die bal. En ze zal best een kleine zijwaartse beweging gemaakt hebben. Maar volgens mij dook ze in 1 rechte lijn. Maar dan hebben we überhaupt echt balbezit gehad. Ja, we krijgen lopen. Hè, dus. Ja. Dan is het gewoon 24 seconden. Ik zat hem ook laten lopen. Dan mag ik bij jou ook. Dat was gewoon mooi om te zien. Dat was fantastisch. Omdat het op de tweede paasdag is iedereen een beetje lui uitgezakt op de bank zit.
En dan zie je met dat Lotte Nauws dan vol te zien gaan voor één bal. Mike van Zijl verdriebelt zich. René van Oost was dat trouwens. 3 punten voor Bayza Okaiden. En dan is het eerste kwart einde daar bij de stand van 24-21. En dan staat BC Utrecht Kankroes toch netjes voor. Nadat we één kwart hebben gespeeld. Ja, nee, ja, ik was natuurlijk een leuk en vermakelijk kwart. Je zag wel dat na de maat van Binnenland eigenlijk Kankroes wat slordiger gingen spelen. Ze gingen een press neerzetten. Ik heb daar gewoon een mening over de afgelopen weken. Dat ik vind dat die press gewoon niet goed is. Dat zag je nu ook weer. Werd gewoon 2-3 keer uitgespeeld. Gelukkig pakken ze aan het eind ook nog maar een keer balbezit. Maar de verdediging is gewoon niet goed georganiseerd meer. En geeft Binnenland gewoon de kans om makkelijk 3-2 te spelen onder de basket. En daar maken ze gewoon gebruik van. Dus, dat spelen ze goed uit. Ja, dat speelt ze goed uit. Want uiteindelijk geeft Kankroes er best wel een ruime voorsprong weg. Worden slordig. Gaan 1-4 spelen. Snelle schoten pakken. En je ziet, in het begin was het georganiseerd. Werd er veel meer geroteerd. Meer passes, meer snijden. Goede pick-and-rolls. Dus ik denk dat ze dat gewoon weer op gaan pakken. En we staan nog steeds verdiend voor. Want ik vind, er is veel meer vechtlust dan normaal. En dat is gewoon leuk om te zien. En dat is ook de manier waarop je deze wedstrijden kan gaan winnen. En 24 punten is natuurlijk een zeer respectabel aantal voor 1 kwart. Ja, maar ik denk verdedigend, daar kunnen ze vandaag heel veel pakken. Ik vind dat ze heel hard werken. En dat wordt af en toe ook echt beloond. Je ziet ook dat ze interessant verdedigen op de centers. Eline wordt goed verdedigd. Roos begint haar eigenlijk te fronten. En je ziet dan de helpside. Ik zag Liesen net voor 3 keer heel snel op de bal komen vanaf helpside. Om te zorgen dat op het moment dat ze draaien naar de basis maakt, dat ze eigenlijk niet meer wegkomt uit de bucket. En dat is gewoon leuk om te zien. Want dan ga je een andere verdediging spelen dan standaard achter je man. En dan ben je waarschijnlijk ook kansloos tegen haar. Dus, net zoals Lisa Stouwer de vorige wedstrijd een paar keer deed op grote speelsters van de tegenpartij. Dan haal je toch 1 paas meer eruit. En vaak haal je dan ook 2 pasen uit. Omdat degene die de bal dan zou moeten krijgen dan geen doorgeefluik kan spelen. Ja, zoals langzaam. Kan goed ervoor zorgen dat ze Binnenland niet makkelijk laten schieten. Ze hebben toch gewoon een goede 3 punten in huis. En ze kon zeggen, haal die middle drive eruit. Dan wordt het gewoon nog een leuke wedstrijd. Dus, Kijk uit naar de tweede kwart. Ja, nou, we worden eigenlijk toch wel rijkelijk op onze wenken bediend voor een leuke partij basketbal op deze tweede paasdag. En ik denk dat de kijkers die naar hebben gekeken een livestream van Lek Detek tegen Dozy. Voor de echte diehards dat die al een aardige tijd achter het scherm hebben kunnen zitten. En dat is leuk om zoveel strijdlust te zien op tweede paasdag. Terwijl de meeste mensen nog een beetje aan het uitbonnen zijn van de nieuwe traditie van het... wat meer vleeselijke hapjes eten op de eerste paasdag. En dan de tweede paasdag uitbuiken. En zeker in deze tijden waarin we niet zoveel mogen. Dan is dat wel lekker om even gewoon thuis jezelf te verwennen. En dan met zo'n wedstrijd op de buis voor de liefhebbers. Dan heb je toch nog een mooi einde van je paasweekend. We gaan kijken hoe lang de wedstrijd spannend blijft. We hopen tot het einde uiteraard. Maar dan hebben we wel 2 partijen voor nodig. Roosof voor BC Utrecht Kankroes. Charlotte Nauws blijft staan in het kwart. Deed ook lekker brutaal in het eerste kwart. Een mooie bal onderdoor. Mm. Maar dat vindt niet helemaal genade in de ogen van arbiter Eveline van den Bos. Had het idee dat ze al in de 2 tellen zat toen ze de bal zo overhaalden. Maar het stond er bovenop, dus we zullen ons ongetwijfeld vergissen. Wij zo ook uit Ben naar buiten naar Marlou de Klein. En die start met de gelijkmaker voor... Voorkonsult Binnenland met een 3-punter. 10 punten. Eerste vrouw in dubbele cijfers. Marlou de Klein. 10 punten dus in totaal. En 24 op het scorebord. Dan is er weer iets onderin test gebeurd. Waarschijnlijk zal het dribbel weer zijn geweest. Bij zou ook uit Ben tegen Charlotte Nauws. Dan zien we ook weer Gabrielle van den Bos op het veld bij Volkenstel Binnenland. Die was iets te enthousiast geblokt. Ze ging wat te vroeg omhoog, Lea Romkes. En Eline Kaasjes, die wachtte eventjes heel bescheiden voordat ze omhoog ging. En dan weet ze zeker dat ze naar de vrije worplijn mag als die bal er niet in gaat. Daar staat ze. 8 puntjes. Ze kan haar totaal op 10 brengen. Die gooit je er prima in. En dat is de tweede ook.
ingooit, dan staat Binnenland meteen 2 puntjes voor. En heeft net als Bardou de Klein bij Binnenland 10 punten. Waar de scores bij BC Utrecht en Goes aanmerkelijk beter zijn verdeeld. Rebound was voor Maaike van Zijl, die mist de bal. En dan is daar uiteindelijk de rebound voor Lea Ronkes. En die mag de aanval opzetten voor BC Utrecht en Goes. Josien Cornelissen mist de bal, maar Irati belt van Hernandez. Red het balbezit in de Rooshof voor 3 punten van Utrechtse makelij. Dat was lekker, die hadden we even nodig. En die gaat er prima in en dan komt BC Utrecht en Goes weer een paar puntjes voor. Marloe de Klein doet het ook met guardwerk, met René Hovelingen voor haar neus. Een paar keer rustig door naar Limicatus en die vindt Maaike van Zijl in de bucket. En die denkt dat de basket 3 meter verder ophangt. Terwijl ze hier toch een heel jaar heeft gespeeld en ook een hoop mooie scores maakte voor BC Utrecht Kangroes. En dat brengt de thuisploeg weer in balbezit. Terwijl collega Ruben wat scouting van de eerste kwart aan het aanstippen is. Hij heeft vast wel wat opmerkelijk cijfertjes gezien. Ja, wat je vooral ziet is dat het zagen we eerste kwart al dat Binnenland gewoon nog niet goed op schot is wat 3 punten betreft. Dat is het 2-7 voor 90%. Kangroes scoort dan weliswaar 50%, maar schiet maar 2 keer. Dus ja, ik denk dat dat als je 3 punten eruit haalt, dan haal je een belangrijk wapen terug. Ja, dat is inderdaad terugspelen. Dat was inderdaad terugspelen. Maar voor de rest houden ze elkaar aardig in evenwicht hoor. 1-6 offensive rebound bij, rebound verschil bij Binnenland. 1 offensive, 6 defensive. En bij Kangroes is het 2-7. Dat is gelijk. Aantal turnovers is 4 voor Kangroes en 2 voor Binnenland. Dus het gaat redelijk gelijk op. 2 gelijkwaardige teams op dit moment. En in de competitie is natuurlijk de stand niet bijna gelijk. Nee. Dus het netjes van BC Utrecht kan goed dat ze gelijke tred weten te houden. Een fraaie actie die we ook bij 3 tegen 3 van René Hoveling regelmatig zien. Het is wel de eerste scoren vanmiddag in de test voor René Hoveling. Maar wel weer 4 puntjes marge voor de ploeg van Ramon Kuipers. Koep verdedigt Rooshof, die kon net die bal even wegtikken. Opgepikt door die daar te Beltran Hernandez. Die ongeeft de bal ten ons land, want er zitten heel veel centimeters bij Eline Casius, namelijk 190 centimeter. En dan nog armen van behoorlijke centimeters. Dan mij elkaar misschien wel 2 meter nog wat. Maar inmiddels bal weer voor BC Utrecht Kangroes. Ja, lopen we door. Josien Cornelissen, die laat de bal dan uit haar handen glippen als hij wordt aangedikt eventjes door Maaike van Zijl. Dat was slim van Maaike van Zijl en daardoor kwam die bal net te veel los. Controle kwijt, balbezit voor Consult Binnenland. En Jamayla Elms, die zien we terug. Als vervangster van Beiza Okai Ben. Bij voor Consult Binnenland. Marloe de Klein die zet de aanval neer voor de bezoekers. De oud-international, de oud-prof. Eline Casius tegen Leo Romkes. En dan Rooshof, en die bal die kan ik pakken onderweg. Maar volgens arbiter Mike Neuhuis pakte ze wat meer. En dan vindt Joost van Rangelgooi het de vraag wat ze pakte. Er zullen in ieder geval geen paaseieren zijn hier op het veld. Want we hebben in ieder geval niks verstopt. We gaan ervan uit dat er verder niks gevonden zal worden. En dat is een hele gewone persoonlijke fout en een balbezit voor gezond Binnenland. Wordt de bal dan Gabrielle van der Bos net weggehaald bij Irati Beltran Hernandez. Die rent om Eline Casius heen om de 3 punten nog te stoppen. Maar de schot gaat mis. In de herkansing misschien bij Marloe de Klein. Nee. De bal gaat naar Eline Casius. Die zoekt Leij Romkes op. Die heeft daar toch wel een tegenstander van gewicht tegen een opa staan die ze niet laat wegduwen. En dan moet ze van buiten schieten, Eline Casius. Geen probleem, dat doet ze uitstekend. Ja, dat is toch een knappe aanval. Dat was een mooie aanval. Goed verdedigd door BC Utrecht Kangroes, maar uiteindelijk lost voorgesteld Binnenland dat heel erg mooi op. Verschil terug naar 29-27, terwijl we Anna van Dalsem op het veld zien bij BC Utrecht Kangroes. Haar eerste opwachting in dit. Wel, zus Lisa van Dalsem nog steeds goed geblesseerd. Schotje gaat er niet in. Uiteindelijk een reboundje genoteerd voor Gabrielle van der Bos. En dan komt Eline Kaasje met wel heel veel stappen erachteraan. Ja. Maar dat mag allemaal. En Rooshof denkt van leuk allemaal. Ik pak die bal. Ze verstapt zich. En dan verstapt Josfien Kleden zich. En Rooshof moet eventjes de veters strikken.
En dan is de rebound voor Jamai Lauders. De tempo gaat flink omhoog. Ik denk dat we even naar een tafeltenniswedstrijd aan het kijken zijn. Zo snel gaat het heen en weer. Dan gaat Meloen de Klein in deze snelheid meteen door naar de basket. En haar overdrijf. Naar de kant hier. Time-out. En zoals mijn collega co-commentator Ruben al aankondigde, we gaan kijken naar een time-out. Ja, ik denk dat dit wel nodig is, want het kangaroes gaat heel slordig spelen. Ze zijn alleen maar heen en weer aan het rennen. Ze gaan meerennen in het tempo van binnenland. En ik denk dat ze dat juist nou niet moeten doen. Wat je vooral heel goed zag was in de laatste aanval, zit er eigenlijk geen enkele creativiteit meer in. Het is alleen maar rondbewegen rond de drittingslijn, hand-off. En dan gaat iemand in naar de zijkant en dan wordt er weer een tweede hand-off gespeeld. Of iemand zet even een screen op de bal, we dribbelen weer omhoog, we passen weer terug. En dan krijg je een drie punten onder druk of er gaat niets meer naar binnen. Je zag in het begin, zag je Lea vaak nog even opposten. Roos kwam twee keer vrij onder de basket. Er werd naar de basket toegesneden. Dus ik denk als ze toch voor meer gaan spelen, even weer de rust gaan pakken. Met name gewoon een goede aanval opzetten. De tijd voor nemen. Dat is echt in ons voordeel. Binnenland blijft gewoon doorgaan. Het is een spannende wedstrijd. Ja. Dus, en Binnenland die had al een paar knappe oplossingen in de laatste aanvaluit scoorde. Dat was toch wel goed verdedigd door BC Utrecht Kankers. En dan komt toch geen indicaties uiteindelijk met een schotje net binnen de 24 seconden vanaf de baseline, wat ook feilloos binnenvalt. Ja, dan zie je gewoon haar kwaliteit. Dat is... want uiteindelijk was het best wel een aanval die waar heel veel druk in, vanuit de verdediging in zat. En dat, eigenlijk was dit de laatste optie nog in de schotklok. Ja, dan heel rustig afronden. Ja, dat is toch fijn als je zo iemand in je ploeg hebt zitten. Ja, geen gezeur van de klok staat bijna op nul. Nee. Ik pak nu lekker relaxed mijn schotje, want... het is de hoogste tijd om een schotje te pakken. Patrick Wassink geeft aan dat we eraan met twee vrijworpen. Dat wisten we natuurlijk al dat het time-out werd genomen. En Marlou de Klein is de schutter. De eerste gooit ze erin, brengt haar totaal op 11 puntjes. En als ze de tweede drie gooit, dan is ze de beste schutter op dit moment in de wedstrijd. Maar dat doet ze niet. De rebound voor Maaike van Zijl. En die kan terugdraaien en die bal en dan toch nog ingooien. Dat zijn dure puntjes voor Finland. En dan staat de bezoekende ploeg in een zoneverdediging. Ja. En dan moet deze kant wat anders gaan bedenken. Maar wellicht dat ook kan zorgen voor rust in de Utrechtse aanval. En dan pikt Irati Beltron Hernandez als een haas bij om die bal op te pakken. En die vindt het wel lekker tegen een zoneverdediging spelen. Ja, dat is goed, hè? Dribbelen, draaien, schieten. Ja, en ze zoekt dan goed ook een ruimte op. En dan is de verdediging toch te langzaam met het gat in de verdediging even Ik denk dat deze zone eigenlijk heel prettig is voor Kankers. Ik denk... net al, er moet tempo, hij moet er even uitgehaald worden. En dan helpt de zone toch flink mee. Ja. Want deze de Kankers moet daardoor langere aanvallen gaan spelen om de vrije persoon in de aanval te vinden. Ik ben benieuwd. Dus we gaan zien hoe het zich verder ontwikkelt. En inmiddels hebben ze wel weer één puntje voorsprong. Wel moet de Klein de nummer 30... naar binnen past. En dan is de rebound voor Lisa van den Adel. En die scoort haar eerste puntjes vanmiddag in Utrecht. En er staat wel twee grote dames op de eerste rij. Maar ja, Volkert Binnenland speelt met alleen maar grote dames. Die paas van James Schokker is net te moeilijk. Geen ze springt er ook bij, dus dat moet je eigenlijk niet doen. En daarna schoot ze nog een keer. Ja. Met het venijn van die paas is niet goed gegaan. Maar dat is wel wat je tegen deze zone moet doen. Hè? Gewoon zorgen dat je de bal op de vrije hoortlijn krijgt bij je grote man. En dan staat er eigenlijk gewoon op de base en altijd in de vrouw. En dat is natuurlijk de zaak om dan die rust te hebben. Maar wat we de vorige wedstrijd zagen met de zoneverdediging tegen BC Utrecht Kankers, dat het over het algemeen BC Utrecht Kankers wat beter in de wedstrijd hielp. Noterende fout ondertussen voor Josephine Cornelissen. En daar gaat een time-out naar Joost van Rangelrooy, die waarschijnlijk niet tevreden zal zijn over de zonnevereniging die hij net bedacht heeft. Nee, dus dat Jean natuurlijk die bal eroverheen paast, maar ze staat twee keer helemaal open. Dus daar gaat hij ongetwijfeld nu even met de dames over hebben. Kijk, als hij slim is, haalt hij nu even weg, hè. Want Ramon gaat nu uitleggen wat er tegen de zone moet gebeuren. Ik zou hem nu weggehaald hebben. Ja. Gewoon even weghalen. Ik zeg, wil twee aanvallen, ga je gewoon man-to-man verdedigen. En dan pak je gewoon daarna gewoon de zone weer op. En dan zet je een andere zone neer. Ja, maar... en dan is iedereen de tekst van de coach al lang vergeten. Ja.
want die was dan ergens in de vorige jaartelling in de belevenis van de spelers. Dus ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ja, we gaan het zo, zo zien. We hebben nog 4:17 op de klok staan in het tweede kwart. Persoonlijke fouten, 4 voor BC Utrecht Kankroes. Dat is een puntje waar ze op moeten gaan letten, want anders komt voorconsult binnenland te eenvoudig op de vrije worplijn. En de bezoekers hebben nog een clean sheet wat betreft persoonlijke fouten in het tweede kwart. Dus die kunnen zich wat permitteren. En het verschil is maar 1 puntje in het voordeel van voorconsult binnenland. Dus het kan nu alle kanten opgaan. En we gaan kijken wat Joost van Rangerooy heeft aangepast in zijn verdediging. Of hij de woorden van Ruben heeft opgepikt. Of niet. Ik zag hem niet met een telefoontje in zijn oor staan. Maar je weet maar nooit. In ieder geval volgens ons zijn ze in de aanval. In ieder geval is balbezit voor Volkslot Binnenland. Dan gaan we nog niet zien wat ze aan verdediging hebben. Jamaila Adams. Ja. Die moet het opnemen tegen Anne van Dalsem. En die is toch een behoorlijk stuk kleiner. Maar uiteindelijk is het een beetje Utrecht Kankroes. Dat na 2 missers van Jamaila Adams de rebound pakt. Iliati Beltran Hernandez. Josephine Cornelissen. Rooshoff. En dan komt een schatje van Anna van Dalsem. Jammer dat hij niet goed valt. Nee, Anna van Dalsem toch niet goed. Schutter de laatste weken een beetje weinig op het veld gezien. En zij houdt ook wat minder aanwezig met de schotjes. En dat is de favoriete plek van Gabrielle van der Bos. Weten we uit de wedstrijd. Nou, ze staan nog steeds. Barendrecht. Kijk, er wordt al ingeschoten, zie je. Kijk. Ja. Nu moeten we deze kranken wat langer zoeken. Maar als die 3 punten lekker valt. En hij valt ontzettend lekker, maar niet door de basket van Roodhof. Nou ja, het is zelfs geen netje. Dan is deze aanval voor BC Utrecht Kankroes weg. Josephine Cornelissen dan even naar de bank. En René Hoveling, die neemt de onweerswaar voor in de verdediging. Iraati belt van Hernandez. Die rent achter de andere nummer 6 aan. En die zorgt de bal op tijd weg is. En dan is de oplossing van Lisa van den Adel wel ver gezocht. En dus voor Jamaila Adams. Geen kans om die bal te vangen, alhoewel ze wel aardig positie had in de bucket. En dan is de bal buiten beeld verdwijnen. En dan zien we dat het ballenmeisje van vandaag tevens de guard is van deze Utrecht Kankroes. Iraati Beltran Hernandez. Die doet gewoon alles tegelijkertijd. Ballenmeisje, ballen brengen, steals maken, gas geven. En de mensen in de juiste positie proberen een bal af te leveren. En dat zou nu René Hoveling moeten zijn. Die een mooi tijdje de bal krijgt. Goed gepaast op het juiste moment. En een 3 punten voor René Hoveling. En dat is goed afleverd door Iraati Beltran van Hernandez. Alle rust voor René Hoveling om een schotje te nemen. En dan wordt er weer 1 puntje verschil. 34-35. En dan is Jamaila Adams het niet eens met Mike Neuhuis. Nou ja, dat helpt weinig als de scheidsrechter niet gaat overleggen met de collega's. En vanuit ons dakterras te zien had de scheidsrechter waarschijnlijk gelijk. En die stond er in ieder geval met zijn neus bovenop. Dus ook aannemen dat dat een goede beslissing was. Iraati Beltran Hernandez lekker aan het lummelen. En dus nog een keer met René Hoveling op de andere plek. Hij is best water gezongen, hè? Aan de flyers ging en dan pakt BC Utrecht Kankroes de voorsprong tegen de zoneverdediging van Volkenstof Binnenland. Moet Marlou de Klein naar buiten, stapt weg een fadeaway. Maar je zag overigens dat dit de betere manier is om te verdedigen. Want René stond eerst zo dat eigenlijk de drive naar binnen kon. En op het laatste moment paste ze zichzelf aan. Dan krijg je drive over de baseline, dan krijg je veel beter verdedigen. Ja, en het is zo dat Volkenstof Binnenland nu eventjes wat anders is gaan verdedigen. Maar René Hoveling zit er even lekker in. Een goede rebound van Jamaila Adams. Marlou de Klein perfect weggestuurd. Maar perfect helpt niet als je tegen Iraati Beltran Hernandez loopt. Zoals we al zeiden, die sneller dan de Pasa's. Die pakt de bal onderweg heel simpel weer terug voor BC Utrecht Kankroes. Ja. Een schokker. Come on. Anna van Alsem. Paast er goed terug naar Rooshof. Die kan Marlou Klein, de Klein verschalken. Paast er weer uit naar buiten. En dan is daar 1 stapje te veel, zegt arbiter Eveline van den Bos. En dan kan voorconsult Binnenland in deze zeer aantrekkelijke en spannende eerste helft gaan bouwen aan een aanval en misschien weer een gelijke stand. Gabrielle van den Bos.
tegenover Iratibel Tran Hernandez. Maaike van Zijl. Geen oud-teamgenote van Leo Romkes, want die speelde vorig jaar nog niet in Utrecht. Gabrielle van der Bos zoekt naar Jemaila Adams. Die had ze beter kunnen proberen te vinden dan Lisa van den Adel. Want stond er beter voor en voor Lisa van den Adel stonden twee verdedigers. En dan is er overleg tussen Eveline van den Bos en ja, Bertrick Wassink. En dan gaat ongetwijfeld over mijn volgens mij zeer alerte co-commentator Ruben over de schotklok. Ja, die werd op 24 gezet, maar dat had sowieso dat had niet, ik... had sowieso niet gemoeten. Maar... Ja, dat had ik even gemist. Ja, zeker. Want, nou, het is gewoon dat je hier zeg maar heel erg naar beneden kijkt, dan kijk je eigenlijk automatisch een beetje over de schotklok door. Wil niet vervelend zijn, maar we kijken een soort van op het basketbalveld neer. Och, sterk. Als je zo'n buzzerbeater maakt, dan heb je een hele mooie score gemaakt. Stand weer gelijk en dit doet er wel zeer bij de tegenpartij die nu weer de zone neerzet. Ja, heb ik goed geluisterd naar je, Ruben? Oké, okay, zie je ze vallen ook weer terug op de meeste die nu op de bezig staat. Het verwoordlijn staat. Slordig gepaas van René Hoveling. Wijze helpt niet. De paas had wat lager gemoeten. Wijze helpt niet. Moet de bal wel nawijzen, omdat die bal ging gewoon te hoog. Het is niet dat Karim Abdul Jabbar daar een balletje stond op te wachten. Het is Leo Rompkes van Urk die daar stond. En die is toch wel een centimetertje of 30, 40 kleiner dan Karim Abdul Jabbar. Of ga ik nu te ver terug in de geschiedenis? Ja, dat denk ik wel, ja. Het is ineens zo stil hier. Ja, ik weet precies wie het is. Dus ik ga eventjes 50 jaar terug in de geschiedenis, maar dat is waarschijnlijk te veel. Maar Ludwig Klein met een hele mooie onderhandse paas. Maar Lisa van der Adel maar niet verwacht en niet begrepen. En dan mag weet je dat Kogus de aanval gaan neerzetten. Ja, dat is dus, Irati Beltran Hernandez. Dan staat er weer een zone verdediging van Volkswagen Binnenland. Rehovi draait en draait en draait en draait. En geeft dan een goed paasje. En snel naar buiten gepaasd door Irati Beltran Hernandez. Mooie drie punten, Lisa Schouten. Goede aanval, bezig op de kouders. Goed van binnen naar buiten. En die doorgepaasd door Irati Beltran Hernandez. En dan is hier een persoonlijke fout gefloten. Dat is een persoonlijke fout. Is, dan is het twee maal. En dat hoef je arbiter Eveline van der Bos niet uit te leggen. Die is mes scherp. En dat zijn niet alle speelsters op dit moment. Want niet iedereen heeft in de gaten dat het twee vrije worp is. Terwijl het al vrij logisch is als je kijkt naar degene die de call maakt. Wat hij aangeeft hoe het spel vervolgd gaat worden. Jamaila Adams maakt de vrije worp met een hupje. Via Bart af. Tweede puntje. Tweede vrije worp. Nog geen veldscorers op haar naam staan. De tweede vrijworp voor Jamaila Adams. En dan is het 40-39. En dan gaat er een zoomer. En dan krijgen we een spreekbeurt. Ja, Ramon had nog een timeout. Dus, de spreekbeurt is van Ramon Kuipers. Met nog 14,3 seconden te gaan. Dus het zal ongetwijfeld gaan om een laatste play. Wat vermoed je dat hij voor een play neerzet, Ruben? Ja, ik denk dat gewoon Binnenland gewoon in de zon blijft staan. Zouden die niet even nog de laatste 40 seconden pressje eruit gooien? Ik zou nu gaan pressen. Of in ieder geval zorgen dat ik min te meer ga spelen. Dan heb je in ieder geval meer tijd nodig om op de afstel te komen. Maar goed, en wellicht gaat hij het nu doen. Dat gaat Ramon nu ook wel zien. Dus ik ben benieuwd wat Ramon nu gaat afspreken. Maar hij zou wel een play willen hebben om er uiteindelijk een 3-punt eruit te krijgen. Het is eigenlijk een open man om te schieten. Nou, het is in ieder geval wel zaak om te zorgen dat hij de laatste aanval houdt. Ja. En niet onderweg nog een... Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. We hebben 14,3 seconden. Zij komen niet meer in de aanval. En wij proberen in ieder geval nog gewoon een laatste schot te krijgen. Of een bal inside, waardoor nog 2 punten... Dan nog 2 puntjes, misschien 3 puntjes erbij pakt. Of misschien 2-5 worpen meekrijgt. Ja. Dan zouden ze nog wel misschien een laatste aanval hebben. We hebben gezien bij het basketbal in de Final Four van de NCAA. Dat Gonzaga in de allerlaatste seconde nog een 3-punter van de middenlijn wegkreeg. En daardoor... tegen Kansas alsnog naar de finale ging. Dat was echt een zeer narrow escape. Goed, ze gaan gewoon pressen, zie je, kijk. Dan krijg je toch de verwachte press. Ja. Hier raadt de beeld van Hernandez. Je zal ongetwijfeld heel snel langs deze Okai Ben heen gaan. Als we gewoon spelen. En
En ja, die maakt gewoon de persoonlijke fout. En dat is ook precies wat coach Joost van den Rangelooy denkt. Maken we gewoon die persoonlijke fout. We kunnen nog drie maken. Laten we niet tot de schot komen. Dus we gaan graag persoonlijke fout maken. Uiteraard krijgen de mensen een strafblad. En daar geeft Beesje de Kans de bal weg wat we niet wilden zien. En dan schiet Marloes de Klein. En de buzzer. En die schiet de bal mis. En dan heeft de Beesje Utrecht Kankroes echt ongelooflijk geluk dat ze die laatste bal en dan niet te gaan. Wat we in de commentaties al zeiden. Dat is heel erg zonde. Probeer één goede avond te spelen en dan hou die bal bij. En zorg dat ze geen tijd meer hebben om nog een keer af te drukken. Ja. Ze konden fouten maken van voorkomstel binnenland. Dat deden ze ook. Ja, dat was heel slim. Want daar was tijd op. Ja, dan heb je uiteindelijk een man meer. Want je moet de bal nemen, je zag het. Dat wordt uiteindelijk balverlies. En hetzelfde krijg je nog een 3 punten om je rollen. Dus nee, dat was niet handig gespeeld. Nou, als je zo'n eerste helft dan hebt gezien. En de Rusland van 40-39. Wat denk je daar dan van? Ja, allereerst natuurlijk een spannende wedstrijd. Dit is eigenlijk, ik hoop het gewoon nog 2 kwarten zo te zien. En dan zou het heel leuk zijn als je aan het eind natuurlijk voor Kangaroos de winnende punt op bord hebt zien staan. Maar ik denk over de eerste helft denk ik dat dit een prima afspiegeling is van wat we gezien hebben. Bij Vlaag speelt Kangaroos heel erg goed. Zeker een super goede start. Daarna even wat wegzakken. En slordig mee gaan rennen in het tempo van binnenland. Dat zag je in het tweede kwart eigenlijk ook weer gebeuren. Slordig in het begin. Uiteindelijk ook zorgen dat binnenland langs zij komt. Ja, dan gaat het eigenlijk het stuipje wisselen. Ook binnenland slordig, ook ballen weggooien. Zone. Dat was eigenlijk even in het begin prima voor Kangaroos om het tempo eruit te halen. Een beetje moeilijk een vrije man vinden in de zone, dat wel. Een paar keer balverlies, maar daarna komt hij 2 keer in 3 punten van René eroverheen. Ja, dat is lekker. Als je er 6 punten achter elkaar erin ramt, dan wordt de tegenstander ook onzeker in de zone. En dan gaan ze meer uitlopen. Ja, en dan moet je juist weer naar binnen gaan. Ja. Dat heb ik nog niet gezien. Maar goed, je zag aan het eind dat ook binnenland even weer terugging naar een man-to-man. Om Kangaroos te ontregelen. Maar ik kijk uit naar de tweede helft. Dit duel is nog lang niet beslist. Ja, dan gaan we even dan wat puntenmakertjes voor u noemen. Voor u thuis even wat voor jezelf kunt gaan inschenken. Mag natuurlijk ook uiteraard tijdens de wedstrijd. Die was zo boeiend dat ik zou zeggen van nou wacht even tot de pauze. Marloes de Klein scoorde 13 punten voor Consult Binnenland. Eline Kaasjes 11 en dan zien we nog 5 bij Gabrielle van den Bos. Aan de kant van BC Utrecht Kangaroos de scores meer verdeeld. René Hoveling 9, Josien Cornelissen 8, Jooshoff 8, Leo Romkes 5 en Irati Beltran Hernandez 6. En ik denk dat ook wel een beetje de kracht is geweest van BC Utrecht Kangaroos voor de pauze, dat de scores redelijk verdeeld zijn. Ja, dat is denk ik, dat helpt. Ik bedoel, als iedereen een paar balletjes erin gooit, dan heb je natuurlijk als tegenstander, hoef je niet te focussen op 1 speelster of 2 speelsters die alles erin gooien. Wat ook vaak het geval is hè, bij bepaalde ploegen. En ook vaak bij Kangaroos, maar je ziet het nu, iedereen kan die bal erin gooien. Dus moet je ook gewoon iedereen in de gaten houden. Dus prima. Oké, nou we gaan er eventjes uit. Ik zou zeggen, doen we zo meteen om 7 uur het bord op schoot. Dan bent u gewend op een zogenaamde zondagavond. Alleen in dit geval niet voor Eredivisie voetbal, maar gewoon voor heerlijk vrouwenbasketbal in een Women's Basketball League. Straks bij de tweede helft van BC Utrecht Kangaroos tegen Voorconsult Binnenland. Graag tot over een minuutje of 10. Ja, dankjewel.
I'm
We zijn weer retour voor de tweede helft. Mijn bril heeft alweer een duikvlucht gemaakt. Dat gebeurt één keer in een paar weken. Net zoals het weer elke keer verandert als we hier zitten op ons dakterras. Nu is de winter buiten en sinds we zijn geherstart met de competitie van de Women's Basketball League hebben we alle soorten weer gehad. Herfst, lente, zomer. We kwamen zelfs in onze bikini hier naar het commentaarhokje toe. En nu is het weer hartje winter en dan zitten we in onze ski-outfit. En dan kunnen we zo meteen van het dak afglijden als het, de wedstrijd er zo meteen op zit. We hebben inmiddels de stats van de hele eerste helft. Die heeft Ruben bestudeerd. Ja, zeker. Ja, zoals de stand al doet vermoeden, ontlopen de stats elkaar eigenlijk ook niet zo. Binnenland heeft een wat lager schotpercentage. 12 om 30, dat is 40%. Tegen Kangaroos die hebben 50%, 15 uit 30. Kijk naar de driepunters. Kangaroos 4 uit 11, dat is 36%. Binnenland wel wat hoger, dat is 56%, 5 uit 9. Dat is toch iets waar ze op moeten blijven letten. Kijk naar vrije worpen. 69% voor Binnenland, 11 om 16 en 5 om 8. Van Kangaroos, dat is 62%. Ja, rebounds ontlopen elkaar niet veel. 3 om 12 offensive defensive voor Kangaroos. En 6 om 10 offensive rebound en defensive rebound voor Binnenland. Dus dat is eigenlijk bijna gelijk. Turnovers, 12 Kangaroos, 13 Binnenland. Dus het ontloopt elkaar. Ja, dat is weinig verschil. En als aan het einde van de wedstrijd nog zo is, dan betekent dat we in ieder geval een hele mooie tweede helft gaan beleven hier in Sporthal Lunetten in Utrecht. 7 uur, u kunt het bord op schoot nemen. Dan gaan wij verder met het basketbal van de tweede helft tussen BC Utrecht, Kangaroos en voor Consult Binnenland. Lou de Klein, de eerste aanval en die is meteen raak voor Binnenland. 15 punten, maar Lou de Klein en een kleine voorsprong voor de bezoekers uit Barendrecht. Hier gewoon in de mensen mee starten. Ja. En dan zien we Iratibel Tom Hernandez tegenover Malou de Klein. En dan gaat Gabrielle van der Bos mee, die blokkeert de weg naar binnen. En dan zat de shotklok op 2 seconden. En dan schiet René Hoveling op tijd. Ja. En dan zegt arbiter Mike Neuhaus. Neuhaus moet ik zeggen, die wijst op zijn schouders. Die doet niet een oud Hollands liedje met voor de 24 seconden klok. En Balms gaat tegenover naar de voorconsult in Binnenland. En dan is in ieder geval voor BC Utrecht Kangaroos ook de tweede helft goed te beginnen. En Marloen de Klein weet dat dat belangrijk is voor elke ploeg. En die begint goed voor voorconsult Binnenland. 40-3. Ja, dan moet je even oplossen vinden, want je krijgt gewoon een heel mooi pick. En dan stapt Lea naar achteren, ja. En dan heeft ze de vrijheid om een schotje te pakken. Josephine Cornelis draait terug, goed gedraaid. Maar die is niet zo doeltreffend als Marloe. De kleine rebound, Jamaila Adams. En dan zien we daar de kleine Baeza Okaiben. En dan geeft hij door aan Marloe de Klein. Die mag de oplossing bedenken voor het gesteld Binnenland. En dan weer Baeza Okaiben. Die paast weer terug naar Eline Kaasje. Ze gaat ver van de basket af. Vindt onderweg Lea Romkes. En dan draait ze terug en gooit ze de bal weer goed in, Eline Kaasjes. En dan is het een keer 40-45. Heeft niets te maken met de oorlogsjaren, maar wel te maken met de tussenstand. En dan was het 40-39 toen we vertrokken in de tweede helft. Inmiddels 3 aanvallen raak voor voorconsult Binnenland. En dan moet BC Utrecht Kangaroos gaan beginnen met scoren, om het verschil niet aan het eind te laten oplopen. Want er blijft namelijk wat minder spanning over in de wedstrijd als het verschil te groot wordt. Josephine Cornelissen. En tevens een mooie oefening voor zometeen de play-off tegen zo'n sterke tegenstander. Schotje mis, Lea Romkes. Eline Kaasjes de rebound.
aanval voor Consult binnenland. Een no-look pass van Louis de Kleine, die neemt de 10 meteen op sleeptouw. Eline Kaasjes, die begrijpt precies wat ze bedoelt. En dan is het 40-47. 17 punten voor Meloen de Klein en 15 voor Eline Kaasjes. Samen 32 van de 47. Snel naar binnen gedraaid door Iraat de Welte Herman. Best degelijke rebound van Roos Hof. En zij is de eerste van deze Utrecht Kangaroos die in de dubbele cijfers komt. 10 puntjes, Roos Hof. Dus Meloen de Klein is een beetje de architect van de aanvallen van Volkenvolt Binnenland. Direct na de pauze. Gabrielle van der Bos zoekt daar ruimte voor het schotje, krijgt ze niet. Eline Kaasjes die probeert door Josephine Cornelis heen te gaan. En dan staat arbiter Bertik Wassink daarvoor, die zegt niks. Maar Mike Neuhaus die heeft het wel goed gezien. En dan is wie niet naar de zin van Joost van Rangelhooy, coach van Voorconsult Binnenland. Dit was dan duidelijk wel een geval van schadeformulieren invullen. Ja. Dus daar hoef je niet echt heel lang over te discussiëren. De twee snelste dames van het veld tegenover elkaar. Nee. Dat is wel een mooi duel. Irati belt dan helemaal des tegenover Bijza Okaiben. Joost Vinkleden voor 3. Te kort. En dat is uiteindelijk de rebound voor Jamila Adams. Nog gepakt door Eline Kaasjes. En dan kan Binnenland proberen om het verschil meteen verder op te krikken. En dan zien we het ook direct de eerste score van het veld van Jamila Adams, wat we voor de pauze niet zagen, daar begint ze nu meteen mee. Dan is het weer 7 punten verschil. Snel schotje, Irati Beltran Hernandez. Iets te snel. Was wel ook een rebound voor de fases nu. Eén paas en dan meteen gaan. Deze niet allemaal, maar Lou de Klein die dat kan. Daarna komt hij. En dan opnieuw doet, maar Lou de Klein. En dan is het deze 42-51 en dan is het nu buigen of barsten naar de tabout van BC Utrecht Kangaroos. Ja. Ja, er worden even nu twee routiniers worden ze even opgerold. In de tijd van, wat is het, 2-3 minuten. Maar Lou de Klein die bepaalt op dit moment wat er gebeurt op het veld en doet het fenomenaal. Ja, spelen gewoon heel goed. Ik bedoel, best lastig om dat te verdedigen hoor. Als je gewoon, er zit 4-4 schiet, 3-3 schiet in die 2 minuten. Maar wat Kangaroos moet doen, en dat wat je ook in de eerste helft zag, is als je mee gaat rennen in dat tempo, worden we slordig. Gaan we ballen weggooien, willen we 1-3. Breng die rust weer in. Als ik zou tegen Binnenland coachen, dus zeg maar weer gewoon een zone neer. Ja. Dan gaat Kangaroos zelf wel weer rustiger spelen. Maar ik ben bang dat ze niet naar deze livestream aan het kijken zijn. Nee, ik denk ook niet. Ik denk, daarnaast als je wel aan het kijken is, dat hij niet jouw advies zal opvolgen. Dat denk ik ook niet, maar goed. Nee, maar ik denk wel dat het belangrijk is voor Ramon, dat hij zijn ploeg tot rust maakt. En ga gewoon weer aanvallen spelen. Ga weer snijden en blijf pasen. Want op zich is dit wel een hele mooie wedstrijd zeg maar, als graadmeter naar de play-offs toe. Ja, absoluut. Want in de play-offs, als je tegen Binnen speelt, krijg je dus exact dezelfde tegenstander. Ja. En zaterdag tegen Doos ging het ook heel lang goed voor de ploeg van Ramon Kuipers. Maar er zijn wel de wedstrijden die zo meteen gaan spelen in de play-offs. En die beginnen met de kwartfinale op 13 april. Dat zal dan voor BC Utrecht Kangaroos, ongeacht tegen wie ze spelen, een uitduel zijn. 15 april staat op de agenda voor een thuiswedstrijd in de kwartfinale van de play-offs voor BC Utrecht Kangaroos. Dan zult u ons ongetwijfeld weer horen en zien. Ik heb geen idee hoe laat dat duel dan zou gaan beginnen. Of ons moeten haasten voor een avondklok. Ja, dan nee. Dat zien we dan wel weer. Want eerst maar ons bezighouden met dit duel. En ook dit duel is van belang voor de eindnotering in de competitie. Mocht BC Utrecht Kangaroos winnen, dan is de 7e plaats binnen handbereik. Als er geen winst is, dan hangt alles af van het duel volgende week in Haarlem tegen Triple Threat om 18:30 s'avonds. Dan is de winnaar daar degene die de 7e plek opeist. Dat heeft Triple Threat helemaal aan zichzelf te danken dat ze zover komen door de winst bij Johnny Jumpers. Interceptie Eline Kaasjes, maar Lou de Klein, die weet naar welke kans moet. Die heeft het pijltje al vaker gehanteerd. Oh, wat een mooie paas van Lou de Klein. Ja, fantastisch. Deze paas had wel Magic Johnson gehad, of is het ook plaatsen? Te lang geleden, Ruben. Ja, die lag er dan nog heel mooi bij. Hè? Dus, Ja, ze draaide, maar Lou de Klein draaide de andere kant op. Dus ik kon even zien of ze dezelfde breed lachen. Maar dat was een fantastische paas van
haar op, Elien Casius. We kijken wat Beesvieter Kankers daar tegenover stelt. Zo. Dat was mooi geprobeerd door René Hoveling, maar blijkbaar gaat de bal uit. Via Josephine Cornelissen. Dat was erg hard helaas. Dat was flink pittig. Ik heb het coach gehad, zoals een Tom Rolfink. De oud international arbiter. En veelvoudig arbiter van dienst en ook van het jaar. Die had de cijfer, die moet gewoon altijd de bal verwachten. Kratje onder. Een goede verdediging, interceptie van Josephine Cornelissen. En dan is Irati Beltran Hernandez die nu moet gaan bedenken voor de Beesvieter Kankers. Dit schotje is beter getimed. Ja. Dat valt niet lekker, maar Loede Klein schiet de andere kant binnen. En Beesvieter Kankers lukt dat niet. En dan loopt het verschil langzaam maar zeker op. Loede Klein naar binnen, naar Eline Kaasjes. Pasen strak door naar Benza Okaiben. Maar die mist het keer. Henny van Schaik met de rebound. Lea Roberts pasen snel door. Dan heeft René Hoveling alle tijd voor drie punten. Het had alle tijd, want we wellicht wel beter kunnen schieten, maar de bal draaide wat te ver weg van de basket. Dan gaat Ramon Kuipers doorwisselen, Lea Rompjes naar de kant. Ginger Schokker naar het kort en die gaat zich bemoeien in de 1-3-1 verdediging met de middenpositie. Marloes de Klein die staat dan perfect in de hoek. Om een driepuntschotje te nemen. En dat brengt haar totaal op 22 punten. En dan heeft ze bovendien nog een bonusvrijworp te gaan. Ik denk dat Marloes de Klein zich prima amuseert hier in Utrecht vandaag. Dus voor haar een heerlijke wedstrijd. Alle ruimte om een schotje te pakken die ze wil. Waarbij ze ook een aantal zelf creëert. Inmiddels op 23 punten. En dan nog de architect van een serie aanvallen voor Ford Consult Binnenland. Een mooie paas van Josien Cornelissen. Dat is een beetje te moeilijk voor René Hoveling. En dan krijgt deze Utrecht Kankers na het missen van het schot ook nog de persoonlijke fout tegen. Dat is een soort van dubbele straf. En zo is het 42-57. Nou zit de Hoveling even tegen die indicaties niet weg hier. Bijza Okaiben voor 3. En dan is daar de rebound uiteindelijk voor Gabrielle van den Bos. Dan mag de Klein het opnieuw proberen voor 3. En nu heeft ze een wat minder schot. Goede snelle rebound voor Irati Beltran Hernandez. En die stuurt Henry van Schaik weg. Die tekent daar eerst de punten aan. En dan gaan we als een TGV naar de overkant. En dan wordt daar gemist. Reboundje voor Josephine Cornelissen. Zo gaat het tempo van de wedstrijd langzaam zeker omhoog. En dan is het de vraag of dat in het voordeel is van de thuisploeg. Maar het tempo gaat nu weer wat naar beneden in de aanval. Dan neemt iets meer rust. Maar dan moet je niet al te vaak zeggen tegen Henny van Schuyt. Nee. Ik vind het wel goed. Irati belt van Hernandez. En die gaat snel naar binnen. Ja, dat is een mooi speel. Stop, kijk af. En gaat lekker omhoog voor haar schotje. Jamayla Adams tegenover de 1-3-1 zone. En de zwakke punt gevonden in de 1-3-1 verdediging op de beestlijn. Goed overgestoken door Eline Casius. En die brengt haar totaal op 19 punten. Nou, samen met de 23 van Marlou de Klein zit ze al op 42 van de 59. Dus dan hebben ze al eigenlijk met z'n tweetjes komen ze aan het aantal punten dat Beesvieter Kankroes heeft gescoord. René Hoveling tegenover Jamayla Adams. En daar gaat de zoomer. En die is voor de 24 seconden klok. Nou, vond arbiter Eveline van den Bos het lopen. Het maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. Want in beide gevallen is het een balbezit voor Consult Binnenland. En dan komt Rooshof. En zij vervangt René Hoveling. En dan hebben we nog een wissel aan de kant van Consult Binnenland. Dan gaat onze Bijza Okaiben naar de kant. En dan zien we als vervangster Lisa van den Adel. Telg uit een basketbalfamilievader. Basketbalde heel enthousiast.
Hoe de basketbal ook heel enthousiast bij Voorburg en bij LUFV. Hij heeft het basketbal geen goed doorgegeven. Een driepunter. Dat vragen we van Gabrielle van der Bos, degene die in Barendrecht de wedstrijd op slot gooide met een aantal driepunters. En die van Schaik, die heeft er wel zin in via de baseline. Er zit een fout op, gemaakt door Eline Casius, legt het arbiter Mike Neuhuis. De balinname voor Henny van Schaik, terwijl we Lisa Stauffer terugzien bij BC Utrecht Kangaroes. Dus ik zie ze achter mij een raamkozijn, maar je ziet het Iraat die belt van Hernandez naar binnen dendert. Bal naar buiten, weet je pasen naar Lisa Stauffer. Dus opnieuw Iraat die belt van Hernandez. Geeft een mooie paasje naar Ginger Schokker. Goed gedaan door Iraat die belt van Hernandez. B zijn gepakt. Strak in de handen van Ginger Schokker. En die had geen tijd om na te denken van waar is de basket. Die kon hem er meteen ingooien. Gabrielle van der Bos. En van de basketbalfamilie, dus Lisa van den Adel en Malou. De kleine in de lage post tegenover Lisa Stauffer draait weg. Dan is niet alles goud wat er zit. Dat is een reboundje voor Iraat Belton Hernandez. En die zet de gang erin. En die vindt Lisa Stauffer. En ze wordt in de fast break een nette score afgeleverd door Lisa Stauffer op assist van de runner van de D. Ik zal niet zeggen meer wat ze voor een ren maakt. Laten we zeggen, houden op een TGV op dit moment. 51-62. 11 puntjes toch nog. Ja, toch nog even verrassend. Het leek even helemaal in te storten. Er wordt echt door Binnenland echt fantastisch gespeeld eigenlijk. Met name door de twee eerder genoemde dames. Maar ja, ik denk dat er vallen gewoon een paar mooie ballen aan het eind. En ik denk dat dat... Ja, dat maakt het best ook weer een beetje spannend. Dat leek een beetje uit te gaan als een nachtkaars. Als een paaskaars. Als een paaskaars. Ja, maar wellicht kunnen ze in ieder geval het gat weer een beetje dichten. Want je weet, zodra je onder die 10 punten gaat komen, dan dat is altijd zo'n beetje zo'n magische barrière. Ja. En dat deden ze in Barendrecht. Kwamen ze tot 9. Ja. Ja. En toen dacht ik, dan gaan we even extra voor mijn beeldbuis zitten. Maar na het ook... Volkshoek Binnenland meteen de angel eruit doen. Wat 3 punten van Gabrielle van den Bos en Marloen de Klein. En Gabrielle van den Bos die heeft nu 8 puntjes. Dus die moet nog op toeren komen, zou je zeggen. En Marloen de Klein die kan wel rustig uitrollen met 23 punten. Dat is toch wel een zeer mooie score voor de routinier, oud-international en oud-prof van Volkshoek Binnenland. En die zet voor Volkshoek Binnenland goed in de rails na de pauze. Kijk zo, balbezit op de eindlijn. En nu gaat genomen worden door Marloe de Klein. Laat ze haar het hele veld oversteken. Op een gegeven moment heb je toch wel recht op wat minder meters, zou ik zeggen. Ja, ze speelt uiteraard mede op de guardplek. Wat we trouwens ook nog brengt op Zera Butter, onze master scout hier bij BC Utrecht. Kangaroes. Ze speelde onder andere bij Binnenland. Dat is al bij de landstitels van Binnenland. In 2014 was dat ook een rol gespeeld hebben. En dan stond ze op het rijtje als combo guard. Dat vind ik wel heel erg mooi gevonden. Ze is van Charlotte Neuhaus op Ginger Schokker. Als combo guard. Dan vroeg me af wat is dat precies. Maar inmiddels is ze master scout hier bij BC Utrecht Kangaroes. Mooie promotie gemaakt naar haar interland carrière. Dan gaat Rine Kaasjes mooi naar binnen, linkshandig afgemaakt via het bord. En dan komt ook zij op 21 punten. En dan is het verschil niet veel gegroeid sinds het 11 punten verschil is. Maar dan moet de WC het ook dus wel proberen om aan te sluiten. Dat leek me een correct blok van achteren. Maar zegt arbiter Mike Neuhuis, raakt haar hoofd, zegt Joost van Rooij. Dan ben ik niet met je eens, hoe kan het nou? Je hebt een flinke haardos bij de dames altijd op het hoofd. Dus waarschijnlijk wat meer kans om het haar te raken. Dat was bij ons, voordat we weer naar de kapper mochten, ook zo. Als je hand opstak, dan raak je onze haardos al. Maar sinds je eraf is, dan heb je weer wat meer speelruimte. Het zal Charlotte Nauws niet zoveel uitmaken. Die staat gewoon lekker klaar op de vrijwaterplein. En ik denk dat ze de volgende keer de haar nog wat hoger opsteekt, dan heeft ze wat meer kans om een vrijworpje te mogen meenemen. Gabrielle van den Bos.
bel voor de binnenlandse kijkers naar de kant. Vervangen door Baiza Okaiben. En Charles Naus voor twee vrijworpen. Dan laat ze een mooie kans liggen om de buitenkantje te verzilveren. Blijft staan op 3 punten. We kijken even goed. Op 2 punten. En dat blijft 2 punten. Jamayla Adams, reboundje. En die van een adel stuurt de aanval naar Baiza Okaiben. Jamayla Adams heeft nog 7 seconden op de shotklok. Gestript door Henny van Schaik, zou ik bijna willen zeggen. En dan zegt arbiter Mike Neuhuis ook. Alleen die heeft dan een andere uitleg. En dan wordt het 2 vrijworpen. En wie meldt staat op de vrijworplijn? Jamayla Adams. En die heeft de meeste van de puntjes gemaakt met vrijworpen. Dus ze kan ze nu verder gaan. Ze staat inmiddels op 5 puntjes. Met nog 4,2 seconden te spelen in dit kwart. Terwijl collega Ruben even nakijkt hoe de livestream achterloopt. En of daar hetzelfde gebeurt. Ze mist hem, dat is... Ik probeer even kijken of het inderdaad een fout was, maar ik zag hem eigenlijk niet. Maar hetzelfde geldt voor die bal met bij Charlotte Naus. Ik zag ook niet dat ze op de hoofd geraakt werd. Nou ja, we hebben hier ook weinig positie en ook de camera hangt heel erg hoog. Dus dan gaan we gewoon af op het oordeel van de scheidsrechters. Terwijl Henny van Schaik probeert om de bal nog in de baan om de aarde te brengen. Dat lukt dan niet. Dan wordt het kwartstand 53. Tegen 66 na 3 kwarten. En de kwartstand is dan 13 punten voor BC Utrecht Kankroes. En dan tegen 26 punten voor Voorgezond Binnenland. Gewoon gedubbeld in het derde kwart. Ja, ik denk dat Marloes de Klein en Eline Kaasjes gewoon eigenlijk samen even laten zien wie hier de baas is. Want die is eigenlijk gewoon met z'n tweeën verantwoordelijk voor dit verschil van 13 punten. Ja, ze hebben met z'n tweeën samen 46 punten op hun naam staan op dit moment. Dus maar 7 minder dan de 53 van heel BC Utrecht Kankroes. Ja, waarvan volgens mij meer dan nog in de derde kwart. Dus ja, daar zit gewoon het verschil. Natuurlijk ook ervaring en gewoon persoonlijke kwaliteit. Het zijn gewoon hele goede speelsters en ze weten elkaar ook nog eens een keer te vinden. Dus op het moment dat de een even wat zwaarder verdedigd wordt, dan staat de ander weer open. Pick-and-rolls, no-look passes, ja, we krijgen eigenlijk alles voorgeschoteld. En Marloes de Klein speelt natuurlijk even makkelijk buiten de bucket als binnen de bucket. Eline Kaasje is wat meer gebonden aan het bucketgebied. Ja, de vraag is ook, wie ga je haar dan laten verdedigen? Ik zie in de laatste hoek staat Lisa Stouffer dan bij haar. Ja, die is gewoon, die heeft haar gewoon niet. Dat kan je eigenlijk geen verwijt aan Lisa, maar het is gewoon een niveauverschil. Dus daar moet je wel wat op verzinnen. Wil je gewoon tegen deze ploeg kunnen winnen, dan moet je een oplossing verzinnen voor deze twee speelsters. Ja. Als je dat niet kan, en ze zijn zoals nu in het derde kwart, is ze ook gewoon weer fantastisch. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig. Ja, en Eline Kaasjes deed natuurlijk in het eerste duel in Barendrecht niet mee bij Binnenland. En toen kwam Maaike van Zijl, die voor BC Utrecht speelde, meer in actie. Maar nu ze aanwezig is, ook wel heel nadrukkelijk aanwezig voor de bezoekers uit Barendrecht. Ja. Maar goed, nu het vierde kwart is wat nu gewoon belangrijk is... Even, ga nou niet naar dat scorebordje te kijken en denk niet bij jezelf de 13 punten achter. Ga nou gewoon een goed vierde kwart spelen. Want dat is zo belangrijk. We zien nu in de meeste wedstrijden dat ze het vierde kwart heel moeilijk krijgen. En dan sta je tegen een achterstand aan te kijken en dan wil je eigenlijk gewoon misschien wel stoppen. Nu even gewoon volle bak er tegenaan en kijk waar je uitkomt straks aan het eind. En neem je dat ook mee naar... Haarlem volgende week, wat je hier, zoals je hier het laatste kwart uitgaat. Dus ik denk dat dit gewoon een mooie oefening wordt om, om weerbaar te zijn. Ja. En Baiza Okaiben begon met een persoonlijke fout op Charlotte Naus. En dan gaat de eerste aanval voor het laatste kwart naar BC Utrecht Kankroes volgens de traditionele pijl. Lisa Stouffer zoekt de ruimte, past hem goed door. Mooi doorgepaste Ginger Schokker naar Henny van Schaik. En die schoot hem lekker binnen, Henny van Schaik. Ja, 5 puntjes. 56, 66. 10 punten. Kan nog wel dichterbij komen misschien bij Utrecht Kankroes, maar dan zien we van zaak. Om een aantal aanvallen van Voorgezond Binnenland af te stoppen. En bij Okaiben
verschalkt Charlton Nouws. Die krijgt de bal niet bij Jarmila Adams. Een wel balzit voor de bezoekers uit Barendrecht. En we hebben nog 7 seconden op de schotklok. Volgens mij kun je dat niet goed zien in de livestream. Dus ik meld het maar eventjes. Ja, die zien we dan wat beter, want die zit meer op onze hoogte. De shotklok. Ja. We hebben al moeite met het eten van een diep bord. Hopelijk gaat u dat wat beter af. Tijdens het kijken van deze livestream van de wedstrijd in de Women's Basketball League. Charlton Nouws met de interceptie. En die wacht echt van waar blijven alle achtervolgers. En die is zo verbaasd dat er niemand komt dat ze zich nog bijna vergist. Halfwege de rit naar de basket. En die gooit de keur in. Ja. Ja, nu kan Ginger ook voor kiezen om gewoon veel meer voor Eline voor te staan. Staat nu achter haar. Ja, dan, weet je, dat heeft gewoon geen zin om te proberen om de bal te willen spelen. Want dan krijg je altijd de fout. Ze heeft daar gewoon zo geroutineerd in. Kruip er maar gewoon voor. Kijk maar hoe ze weer open komt. Ja, dan makkelijk. Dan nu opnieuw. Meteen erin schuiven. Goed verdedigd door Lisa Stouffer. Ja, absoluut. En dan 3 punten voor Eva van Oosten. En die gooit hem netjes binnen. Dan is het verschil weer de 11 die we al eerder hadden. En dan is het oordeel aan arbiter Eveline van der Bos. En die heeft wat anders gezien dan dat 3 speelsters die op de grond lagen meenden te hebben gezien. Want die laten die bal niet zomaar uit het veld rollen, mag je aannemen. Zonder helemaal met de neus bovenop. Eline Kaasjes tegenover Ginger Schokker. Naar binnen, hard omhoog. En dan hangt er iemand aan haar armen. En degene die niet losliet, dat was Charlton Nouws. Die dacht, ik hang niet prima aan die arm. Maar het gaat gewoon omhoog, Eline Kaasjes. En verdient daarmee 2 vrijworpen. En ze heeft al 21 punten. Dat kan ze even wat verder op vijzelen, dat aantal. Irati Bel, Tron Hernandez en René Hoveling keren terug bij BC Utrecht Kangroes. Als Eline Kaasjes zich opmaakt voor 2 vrijworpen. Geen probleem voor Eline Kaasjes, puntje nummer 22. Misschien kunnen we al een toto doen voor hoeveel punten de beide dames gaan maken van Barendrecht. Maar dan tijdens een livestream uitzending lijkt dat niet de beste oplossing om nog even op te zetten. En puntje nummer 23 voor 1 linie kaasjes. En dat is 58-71. En als BC Utrecht nog een mooie finish wil maken, dan moet het nu wel gaan beginnen. Om wat dichterbij nog te kunnen komen. In Barendrecht lukte dat. Maar toen kwamen we terug van de achterstand van 20 punten tot 9 punten. Nu zijn het de 13. De tijd is ongeveer nog hetzelfde. Dus het zou moeten kunnen. Ja, maar hoe zit het op de wankers? En dan is het wel zaak om dan nu een score mee te nemen. En René Hoveling die gooit de bal dan tegen het bord ernaast. En dan leek daar een rebound voor Lies van den Adel. En dan schijnt René Hoveling een onderdeel van het lichaam van Lisa van den Adel te hebben vastgepakt. Dat zal ongetwijfeld de arm zijn geweest. Gaan we kijken naar Baiza Okaiben. Moeilijke paas. Die kan Jamila Adams maar net redden, maar die krijgt ze toch knap terug in de handen van Okaiben. En die verschalkt daar Irati Beltran Hernandez. Dat is knap gedaan door Baiza Okaiben. Lisa Stouffer. Vindt Ginger Schokker. Paast hem door. René Hoveling tegenover Eva van Oosten. Zo heel even wachten tot King. Lisa Stouffer gaat het goed uit het bord toe en dan mag hij erin. En dan mag de herkansing er ook in. Maar daar zit een fout op de tweede keer van de te enthousiaste Jamila Adams. Dat is de tweede teamfout pas in dit kwart voor Kansvult Binnenland. Dan komt Marlou de Klein terug voor Jamila Adams. En die zal zo meteen voor wat meer rust zorgen in het spel van de bezoekers. Goed erin gegooid. De eerste 5 worp door Lisa Stouffer. 7 puntjes voor de forward center. Zoals op de papier staat hier van BC Utrecht Kangroes. Ook de tweede gaat vlekloos door het letje. En dan maakt ze haar 8e punt. Marlou de Klein draait open. Ziet het bord.
En geeft even haar visitekaartje af. Komt terug op het veld. Komt koud van de bank. En draait om de schiene heen. Heeft open ruimte. En drukt vlekkeloos af. En dan wordt in de 60-75 nog een hele tour om nog een keer terug te kunnen komen in de wedstrijd. Iraati Beltran Hernandez denkt dat zelfs wat Manuel Klein kan ik ook, maar die kan net minder lekker van de grond af. Baiza Okai Ben dribbelt en zoekt en vindt. Dit keer mist Marlou de Klein en is een rebound. Nou, pak jij hem of ik hem? Sinds je schokken denkt, ik pak hem wel. Iraati Beltran Hernandez als een duftje uit de doosje alweer aan de andere kant van het veld. Zet de aanval neer voor de thuisploeg. René Hoving om de screen heen, dan zou ze moeten afdrukken. En dat doet ze netjes, pakt de eigen rebound bijna, maar toch op tijd gereageerd door Lisa van den Adel, die niet echt helemaal uitbokste. Dan blijft de bal in het bezit van de ploeg van Joost van Rangelrooy. Een zoon van Gert-Jan van Rangelrooy, ook een langdurig coach op hoog niveau van met de wat oudere basketbalgeschiedenis en ook docent geweest voor de basketbalcursussen. En dan staat er 60-75 en 6,5 minuut. Dat is een beetje op de klok. Wat zal er nu nog besproken worden zo aan beide kanten? Ja, het is natuurlijk een coach van een coach in Tamaat van Kankroes. Ja, wat je nu ziet is het wordt nu nog slordiger. Iedere keer bal krijgen, zelf een beetje naar binnen dribbelen, kijken of je eigen bal kan gaan, eigen kans kan gaan. Er wordt niet meer goed gescreend, er wordt niet meer gewacht op het screen. Ik heb het 2 keer gezien dat Roos een screen gaat zetten. Hè, omdat degene met de bal niet even wacht tot het screen staat, maar al begint met dribbelen. Ja, dan heb je niks meer aan het screen, want de verdediger kan er gewoon onderdoor stappen. Dus je ziet ook helemaal geen samenspel meer op dit moment. En dat is gewoon jammer, want het is helemaal niet nodig. Ga nou juist dit moment aangrijpen. Dus ik denk dat Ramon dat nu tegen de speelsters gaat zeggen. Neem nou gewoon de tijd. Ga goede aanvallen spelen. Want het heeft gewoon geen zin om alleen maar te gaan rennen. Want dan ga je en die achterstand niet meer goed maken. En het enige wat er gebeurt is dat je dus daardoor ook geen nieuwe kansen voor jezelf creëert. En ook weer zelfvertrouwen krijgt. Want je moet zelfvertrouwen krijgen dat op het moment dat je 15 punten achter staat. Dat je toch in staat bent om weer wat druk te geven. Om zelf ook te gaan scoren. Want ja, je moet wel scores pakken op dit moment. Nou, daar wacht ik eigenlijk nu al een beetje op. Dus ik hoop dat ze dat nu gaan doen. Dat ze meer tijd nemen. Dan gaan we zien of de woorden die jij gebruikt hebt ook zijn gebruikt door Ramon Kuipers. En als Ramon Kuipers ze ook gebruikt heeft, of dan de boodschap is aangekomen bij de thuisploeg. In ieder geval is de bal eerst weer voor de beste vrouw van de wedstrijd, mag ik wel vaststellen. Marlou de Klein bij Focus Schultz Binnenland op zoek naar Maaike van Zijl. Die bij deze Utrecht kansen toch aardig wat meer minuten maken dan nu bij Focus Schultz Binnenland. Bij zo ook uit Ben naar buiten. Maaike van Zijl. Zo, die krijgt hem echt met een fraaie half hoekshot erin. En dan doen we toch een beetje denken aan Karim Abdul-Jabbar. Ik kan er niks aan doen. Maar die beweging maakte ze wel. Mag je ook googlen. Karim Abdul-Jabbar. Lou Elsindor. Mag allemaal. Misschien vindt hij hem terug op Wikipedia of zo. Dus dit is een exemplaris, hè? Want kijk, je beste driepuntschutter is gewoon René. Ja? Dus wat doen we? Laten René de bal opdribbelen. Nou, vanuit een dribbel kan ze geen goede dribbelspoging ondernemen. Dus zorg nou gewoon dat je haar vrij screent, dat ze zelf open komt. Maar ze heeft, dat krijgt ze de bal op eigen helft, dan gaat ze hem opdribbelen. Ja, en dan gaat Ginger driepunten schieten. Dat is niet erg, maar het is op dit moment misschien geen goede optie. Ja. Dan laat Ginger gewoon onder de ring vrijkomen. Laat haar dan de bal krijgen. Foutje mee. En staan voor een reboundje. Ja. Maar de Klein komt niet langs René Hoveling. Goed verdedigd. Er komt zelfs nu een flinke probleem, maar zelfs dan geeft ze de bal makkelijk naar buiten, naar Maaike van Zijl. Ja, dat is goed. En dan is Lisa van der Adel degene die schot mist en Iraati Beltran Hernandez als de speculatieve. Oh, mooie aanval, goede paas. Dan gaat de bal toch naar volgens ons binnenland. Ja. Die zijn wijst ook staan, van rechts spelen. Ja, ik ben overigens bij ons met de TCV in Spanje geweest, via Madrid. En dat ging echt onwaarschijnlijk snel door het Spaanse landschap van Sevilla naar Zaragoza via Madrid. Om een interview te maken met Esther Wender, die speelde daar toen. Die werd dan allemaal omringd door hele kleine Spaanse mensen die dan het management vormden van de club in Zaragoza waar zij speelde. En daar was ze trouwens bezig met het organiseren van 3-tegen-3 basketbal.
Gabrielle van der Bos gaat goed naar binnen. Drukt af voor 10 punten. Ook dubbelcijfer voor Gabrielle van der Bos. Al eerder aangekondigd dat we haar nog misten in de scorers. Maar die heeft ze nu gemeld met 10 punten. René Hoveling. Roos Hof. Met 6,79 mag ik toch stellen dat het wel duidelijk is dat winst zo meteen meegaat in de auto van Voorconsult Binnenland. Dan heeft Beestje de Kankoes fraaie auto's buiten staan. Van Beestje de Kankoes en van Zeeuw, de Zeeuw en de Zeeuw. Maar dat mag in deze wedstrijd nog niet maken. 60 tegen 79. Dan gaat Binnenland toch wel op een strak schema door naar de 90 punten. En lijkt het net als gisteren dan toch wel weer een grote uitslag op het bord te komen. Terwijl Beestje de Kankoes heel lang goed heeft meegedaan in de wedstrijd. Ja, ik ben benieuwd wat er nu wat Binnenland gaat neerzetten. Hij gaat ongetwijfeld nog even wat oefenen. Want ja, als je nou scoren krijgt, heeft hij het normaal natuurlijk niet echt nodig. Ja, dan zullen de kijkers uit Den Helder, als ze inmiddels thuis zijn, nu wat aandachtiger met de bord op schoot voor de buis zitten. Om te kijken wat de laatste 5 minuten wordt bedacht door Voorconsult Binnenland. En wat dat betreft is dit livestream seizoen wel erg leuk, want iedereen kan elke wedstrijd van elkaar bekijken. Bij elkaar opzitten, dat gaat sowieso niet. En dat is toch wel interessant om dan wat mee te pakken. En je kan hem ook later nog bekijken, de wedstrijd. Als je denkt van het was wel interessant, een gedeelte van de wedstrijd. Dan kunnen we gewoon nog eventjes terugkijken. Zouden we ook eens moeten doen, Ruben? Ja. Misschien dat de uitslag dan net wat anders uitvalt. Ja. Misschien kunnen we de eerste en de tweede helft plakken achter de eerste en de tweede helft. Dan zou het zomaar 80, 78 kunnen zijn als je een beetje goed knipt en plakt. Zouden denk ik wat mensen in Korea wel heel blij mee zijn als je dat zo oplost. Maar we spelen het spel hier eerlijk. Zat 60 tegen 79 en Roos op de vrije wortelplein. Voor de thuisploeg. Met een kleine karambol. 11 punten voor Roos Hof. Mag Bert, ik was in nog een keer de bal aanreiken. En die gaat er vlekkeloos in. Ja, netjes. 12 puntjes voor Roos Hof bij de thuisploeg. Dan weer de press neer. Dan paast even voor Oosten terug. Dan zitten we aan de 8 seconden. Maar net op tijd is Gabrielle van de Bos over de middenlijn. En dan is het ze gingen zone spelen, maar er was geen organisatie. Ze stonden elkaar nog even te roepen wat ze moesten staan. Maar ook een goed schot van Eva van Oosten. Je denkt, ik ga niet aarzelen. Ik krijg die kans. Dat die bal is voor mij. En hij hoofding ook met de tijd. Maar komt even Oosten binnen. En dan zou Lisa Stouveren wat kunnen gaan bedenken. Hij gaat goed naar het bord toe. Maar net is te weinig de bal hoogte meegegeven. En dan ziet het een eenvoudige goal voor Eveline van der Bos. Jij zat met je handen aan de tegenstander. En dat mag niet. En dan krijgen we nu de fase van de wedstrijd die afgaat van de IKEA-tijd. Die zal ongetwijfeld al gesloten zijn met elke keer oversteken naar de andere kant van het veld. Want de penalties zijn op dit moment aan de kant van BC Utrecht Kankroes in de penalty. En dan zijn we 5 woordjes aan het bekijken. De eerste gaat er dan niet in. Nog een tweede poging. Die gaat er dan wel in voor Denise van Dijk. Mag de laatste minuten vol spelen van Joost van Rangelrooy. Irati Beltran Hernandez. Lea Romkes. Daar gaat Gabrielle van der Bos onderuit. Saved by the bell, zou ik bijna willen roepen. Een hele fraaie 3 punten voor Lisa Stouveren. Op aangeven van Irati Beltran Hernandez. En dan komt Lisa Stouveren op 11 punten. Dubbele cijfers. En daar zit ze nog hier tussen, Lisa Stouveren. En dan gaat ze goed omhoog. Maar ze is prima af 13 punten. Ja, dat is goed. Lisa Stouveren op dit moment de beste schutter bij BC Utrecht Kankeroes. En zo staat ook Amersfoort op de kaart. Er is ook zo'n moment, hè? Binnenland gaat de hele bank in het veld zetten. En dan moet je ook gewoon laten zien, wil jij de bank erin zetten, prima, gaan wij er even met 15 punten overheen.
Die zegt tegen Even van Oosten, kom hier met die bal. Ja hoor. Hier. Ik weet wel wat ik ermee wil gaan doen. En dan scoort ook René Hoving in de 11 punten. En dan is het ineens een run. Die komt dan wel een beetje aan de laatste kant waarschijnlijk. Maar je weet het ook, want nu zegt Iraat die belt van Herman West. Bel heeft in Bayern de Gabrielle van den Bosch. En hier raadt hij Beltran Hernandez. Ook zijn nu in dubbele cijfers in 1 minuut tijd. 4 speelsters van deze Utrecht Kangoes naar dubbele cijfers. En ineens was het nog maar 71-83. Ja. Dat waren 8 punten in de zeer korte tijd. Ja, ik vind het, ik vind als coach het gewoon zelf ook nooit leuk om, om op het laatste moment, dan als je 20 punten voor staat, je halve bank of je hele bank met een bankspeelsters het veld in te zetten. Want je ziet wat er gebeurt. Kangoes maakte gelukkig goed gebruik van en straft dat ook gewoon meteen af. Ja. Dat moet je ook eigenlijk doen, vind ik. Ja, en wat je eigenlijk gebeurt, is dat je bankspeelsters ook geen zelfvertrouwen geeft op deze manier. Want ja, jij bent degene waardoor er nu een time-out komt. Ja, je laat je ploeg van 20 punten en de tegenstander weer terugkomen naar 12. Ja, dat voelt gewoon niet goed. Ja. Laat dan ook die meiden samenspelen met een Malou of met, met een paar van die meiden. En bijvoorbeeld al in kwart 3, ja. Als je bezig bent op je voorsprong van de 10 punten naar 20 punten te brengen. Ja. Maar goed, laat ze staan zou ik zeggen. Dan worden er nog een paar leuke 3 leuke minuten. Maar een harde les voor de, voor de bank van Vorkel Vulse Binnenland. En ja, dat is wel eens 10 puntjes volgens mij in 1,5 minuut. Dat is natuurlijk heel erg veel. Ja. En dan ziet de score er ineens totaal anders uit bij 71-83. En zo te zien komen dezelfde speelsters weer terug. Nou, dat is ook wel goed, hè? Dan geeft hij je wel vertrouwen van, ik vertrouw dat jullie het nog kunnen. Dus, ik ben benieuwd. Zij zijn echt de 2 steunpilaren nu. Eva van Oosten en Gabrielle van der Bos. En dan is een bal dekt gehouden door Fabienne Dijkshoorn. Die naam hoorde u nog niet. En ook Evi Overgouw, die naam hoorde u nog niet. En dan zegt Gabrielle van der Bos. Dit geloof ik niet. Tegen Patrick Kassink. Nou, we zaten er vlakbij. Nou, ik zat er vlakbij, maar ik zat wel achter het raamkozijn. Dus ik kon even zien wat er gebeurde. Was de bal verkaan. Dus ik zie alleen dan de gezichten en niet de bal meer. Net zeg maar als je een bordje soep aan het eten bent en een bordje tomaatsoep aan het eten bent met gehaktballen, dat je de balletjes niet meer kunt vinden. Dan liggen ze net aan de verkeerde kant van het bord. Offensive fout, een aanval van de fout die maakte die. Zag jij het? Ja, Lea kent het. Die stond ook tegenover een kleine speelster, dus één duwtje was goed. Ja. En dan verband het nu voor Denise van Dijk. Kijk eens naar de mooie beweging van de arbiter Mike Neuhuis. Hij geeft een knietje aan. Dat lijkt me toch niet in het arbitrageboek staan. Maar voor iedereen wel duidelijk wat er dan wel gebeurde. Dus waarom zou ik het dan niet doen? Vrijworpjes gaan we kijken naar Eva van Oosten. Dat staat in ieder geval mooi op de foto. De bal staat er niet op, dus dan kun je niet zien of hij er wel of niet in ging. Achter het bord staat een fotograaf even een paar mooie plaatjes te schieten. En de tweede schiet ze er gewoon keurig binnen. Eva van Oosten met nu 7 punten. En dan krijgen we waarschijnlijk wat laatste wissels in deze wedstrijd. Rooshof naar de kant en Henny van Schaik voor de laatste 2,5 minuut. Terwijl onze Irati Beltran Hernandez de avond inzet. Lea Rompkes krijgt de bal goed van René Hoveling en dan kun je er ook mee. Dan scoort hij 7 de punt. Grappig, dan zetten ze nu gewoon post Lea gewoon. Gewoon ook post-up. Terwijl doe dat in een normale wedstrijd dan ook gewoon. Ja. Krijg je elke tegenstander kans. Elke kans. Doe dat gewoon. Want ze staat als een huis. Kreeg het Zwanenmeer van René Hoveling. En dan komt de bal uiteindelijk uit bij Eva van Oosten. Dat was een mooie aanval. Goed afgemaakt weer door Eva van Oosten, die de punten toch makkelijk binnenschiet. En dan is het 73-86. En dan wordt er zo langzaam zeker tijd voor de afwas, vermoed ik zo. Rebound gepakt door Leo Rompkes. Heeft nu het Rijk alleen onder de ring, lijkt het wel. Dat is wel gewoon een goede voorkoord bij, hè? Dan pak ze toch nog de rebound, heel goed gedaan door Evi Overgouw. Dan geven ze de bal aan Winland, dat is wel heel raar. Nou, zie je geen protesten van Joost van Rangelrooy. Maar die had natuurlijk belang bij deze
wijze van het verkrijgen van balbezit. Dus waarom zou je dan er wat van zeggen? Hij moet wel flink lachen naar collega Ramon Kuipers. Waarschijnlijk heeft hij ook wat anders waargenomen. Ja. Maar over de scheidsrechts vermogen wij niet klagen en er valt niet te klagen. Mooi naar binnen gestart, ja, en mooi afgemaakt. Een hele mooie bal voor Denise van Dijk. In alle rust goed doorgestapt en afgemaakt. En dat is 75-88, opnieuw 13 puntjes. En dan moeten we een van de wereldwonderen gaan aanschouwen als het nog wil veranderen. En Leon Romkes, die doet wel 10 punten. Met even 10-11 punten verschil. En nu krijgen we echt een hardloopwedstrijd. En nu gaat de hardloopwedstrijd weer de andere kant op. Met aan de leiding René Hoveling. Die geeft tempo aan. Ziet Henny van Schaik. En die maakt een fraai hupje en die gooit de bal erin. Maar in de pers worden we het weggelopen. In 1988, daar is geen pers meer. Dit is een hardloopwedstrijd. Ja. Ik denk dat de liefhebbers van tafeltennis optimaal kunnen genieten. Van dat ze heen en weer gaan van de bal. Alleen is het pingpongballetje, om het onbeduidend te zeggen, iets kleiner dan de basketbal. Nu gaat de bal via Lea Romkes uit, zegt ook scheidsrechter Mike Neuhuis. 10 seconden op de schotklok. 4 seconden nog voor Kostel Binnenland. Of zou dat de hele naam van voor Kostel Binnenland zijn die erop staat? Ja, dat zou kunnen. Wat er niet meer op past. Er staat 4 seconden nog op de shotklok. Mooi verdedigd door Ida uit de Belt van Hernandez. En die komt als een duveltje uit een doosje nog een keer voorbij. En Gabrielle van der Bos had geen flauw idee waar Irati Beltran helemaal vandaan kwam. En die zal ongetwijfeld de hand hebben geraakt van de schutter. En dan mag Gabrielle van der Bos haar totaal boven de 10 opwijzen. Ze heeft er al 10 staan aan puntjes. Derde schutter voor Consult Binnenland. Inmiddels 11 puntjes. Eva van Oosten staat op 9. Heel netjes op een vierde plaats in de schutterij van voor Consult Binnenland. En die gaat er ook in. Dan zijn het 12 punten voor Gabrielle van der Bos. En dan is in ieder geval wel zeker dat Vorkensult Binnenland na dit weekend samen met Dozy de ranglijst aanvoert. En dan is het volgende week echt do or die om de eerste plaats en voordeel in de play-offs voor het eerst mogen spelen van een thuisduel. En dat duel volgende week tussen de twee koplopers. De slijtageslag die begint om 7 uur. Uur aanstaande zaterdag. Dat lijkt me wel de klapper van dat weekend. En ja, een wedstrijd waarin alles beslist gaat worden met wie mag er thuis beginnen in de play-offs. En met een beetje geluk als je het goed doet in de kwartfinale en halffinale in de finale. Dus dat is een mooi voorproefje wat we kunnen krijgen van een mogelijke finale. En voor BC Utrecht Cargo's geldt volgende week 6:30 een uiterwel bij Triple Threat in Haarlem. En zoveel is nu duidelijk, degene die dat duel wint, die wordt zevende. En degene die daar verliest, die moet tegen de winnaar van Dozy tegen Vorkonsult Binnenland volgende week. Dus dan tref je meteen de beste ploeg van de Eredivisie op dit moment. Als je volgende week niet weet te winnen in Haarlem. Toch denk ik dat Binnenland voor Kangaroos beter ligt. Dan Dozy? Ja. Ja, ik denk dat, en ook beter dan Lekkertek. Ja, ik denk dat Lekkertek te atletisch is voor BC Utrecht Kangaroos. En Dozy te veel power inside heeft. En dat voorgesteld Binnenland. Nou, nu gaat net waarschijnlijk René die gaat naar die krijgt de bal en Lea gaat haar man zielen. We gaan kijken naar de voorspelling van Ruben. Siel, komt-ie, op probeer. En fout. En dan ligt Lea Romkes eventjes knock-out, maar die zal best genieten van het feit dat ze nog 2 vrijworpen mag nemen. Precies conform de voorspelling van collega Ruben. En Lea Romkes denkt van, nou, buitenkansje. Ik scoor mijn 11e punt. En ze heeft BC Utrecht Kangaroos toch al 10 mensen in dubbele, of 5 mensen in de dubbele cijfers van 10 punten of meer. En als het 10 punten verschil ziet er ook weer gaat, dat gaat er niet, dan blijft het 11. Dus heel streng gefloten door Mike Neuhuis, die denkt, tijd voor een overpeinzing en een avondwandeling in Utrecht. En zo kunnen we allemaal weer naar de andere kant gaan. En ja, u heeft uw eten waarschijnlijk al lang op. Maar ik kijk hem nog even in de herhaling, wat hier nou aan de hand was. U eet waarschijnlijk lang op. Misschien dat u het uiteinde van de spaghetti-sliertjes aan het bestuderen bent.
Terwijl wij kijken naar de vrijworpen van de Wat wel leuk is, er zitten nog steeds in ieder geval 118 tot 120 mensen te kijken. Althans, op een device iemand. Dat kunnen ook meerdere mensen zijn. Of ze staan te afwassen inmiddels en hebben de livestream laten doorlopen. Zo netjes. Goede rebound van René Hoveling. De waarvoor dank. Namens de hele commentaar team, Luc, Ruben en natuurlijk onze snuffelstagiair Annie. En we krijgen hier laatste schot van de wedstrijd, vermoed ik zo. Tenzij voor Consul Binnenland eventjes gas geeft. En dat doen ze niet. Ik denk dat hij niet van een fout wil fluiten, dan zouden we weer op de vrije boord blijven. Dit is, laat ik zeggen. Kijk, zie je. Dit is echt een Ton Rolfink. Bijna klaar. Ik noemde Ton Rolfink al eerder. Dit is echt een Ton Rolfink hoor, want ik fluit niet voor de fout. Ik geef dan gewoon het balbezit. Zelfde ploeg blijft in balbezit. Dus zo is de nagedacht van Ton Rolfink, die lang in Utrecht aan het werk was, dan nog ook weer geregeld. Goedemorgen, buurman. Goedenavond, buurman. Nou, als je bal in de soep kwijt was, hij is gevonden door, Gabrielle van der Bos in de bel van de wedstrijd. Het was even gefrustreerd met het feit dat ze die fout niet meekrijgen. En ik denk, weet je wat? Ik laat het toch nog eventjes zien. Hoppatee. Dat is natuurlijk de mooiste manier om revanche te nemen. Als het je even niet aanstaat om je beste kwaliteiten boven water te goochelen en te laten zien. En dan komt Gabrielle van der Bos toch overtuigend op het lijstje met de topschutters van deze wedstrijd. En voordat ik als leefjes langs te lopen, dan geef jij daarna nog even je mening en je visie op het gebeurde van vanmiddag. Maar Loe de Klein had 27 punten en Eline Kaasjes 23 voor Binnenland, dan samen toch 50. Gabrielle van der Bos 15 en Eva van Oosten meldt zich met 9 punten. En dan zijn er drie mensen die boven de scores van alle spelers uitsteken en die hebben allemaal een blauw shirt aan. Dan bij BC Utrecht Krankhoes. Hij heeft 13 punten voor Lisa Stouffer, heel knap gedaan. Rooshof 12, René Hoveling 11, Lea Rompkes 11. En dan komen we bij 8 punten voor Josephine Cornelissen, die had ze al in het begin van de wedstrijd. 10 voor Irati Beltran Hernandez, 7 voor Henny van Schaik en 6 voor Charlotte Nauws. En dan ook nog 4 voor Jintje Schokker. En Anne van Dalsen, die kwam amper in actie. En Grace Laagwij hebben we ook niet gezien. En de andere speelsters waren gebaseerd aan de kant van BC Utrecht Kangroes. En dan is het de ene laatste competitieronde. Laatste thuiswedstrijd voor BC Utrecht Kangroes in de reguliere competitie. Wat denk je van wat we gezien hebben en hoe we verder gaan? Met nog 1 wedstrijd voor de boeg in de reguliere competitie. Ja, weet je, als je kijkt naar, naar deze wedstrijd. Binnenland gewoon kop en schouders erbovenuit. Maar ook vooral gewoon door 2 speelsters die die ik niet knast op. Ik denk dat daar gewoon het grote verschil zit. Ja, en dan wordt het heel lastig als je gewoon 2 speelsters hebt die 50 punten scoren met z'n tweeën. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig om je wedstrijd op te kunnen winnen. Dan moet je gewoon eigenlijk je defense gaan aanpassen op 2 speelsters. Ja, en daar is deze ploeg gewoon waarschijnlijk nog niet toe in staat. Maar ja, ik heb toch een leuke wedstrijd gezien. En van mooie ballen, strijdlust, vechtlust. Buikschuivers. Dat mag je gewoon graag zien. Dus ik denk al met al 94-80, hè, was uiteindelijk de uitslag. Ja, je scoort toch gewoon 80 punten. En dat is gewoon prima. Alleen je ziet dat je verdedigend zou je toch meer moeten gaan doen om te zorgen dat je het überhaupt nog spannend kan maken. Maar ik denk wel dat ze met opgeven hoofd het veld kunnen. En volgende week kunnen ze in ieder geval laten zien in Haarlem dat dat ze niet op die laatste plaats thuis horen. Ja. Of in ieder geval op die achtste plek thuis horen. En Haarlem is natuurlijk nieuw in de Eredivisie. Dat komt aan op volgende week zaterdag. Ik wil trouwens ook nog vanaf deze plek Rinus Kroon nog beterschap wensen. Die heeft een hele lange revalidatie, een genezingsproces achter de rug. En het gaat nu eindelijk wat beter. En hij was de man van Leiderdorp, die in de tijd alles regelde voor de Eredivisie basketballers van Leiderdorp. En fijn dat het weer in de stijgende lijn gaat. Terwijl je nog kijkt naar het laten vallen van wat borden voor de mensen die ons ondersteunen, zoals David Lloyd en de Visiofabriek. En mocht ik ook wel noemen, denk ik, Zeeuw. En Zeeuw die staan keurig voor de deur, maar die oud zagen liggen buiten, anders hadden er nu kasten opgezeten. Dan wil ik u graag danken voor het kijken namens Snuffel, stagiair Annie, namens Ruben, namens ondergetekende Luc voor het kijken naar deze livestream. En wanneer alles goed gaat en we niet
worden onthouden van de play-offs door allerlei regels. Dan hebben we de kwartfinale race die van start gaat op 13 april. En dan zou 15 april dan de volgende keer kunnen zijn dat u kunt kijken naar een thuiswedstrijd van de BC Utrecht Kangaroos met eerder genoemde commentatoren. Paasweekend zit erop. Zeg eens. Nog niet helemaal, want we hebben nog twee wedstrijden om 19:30. Zijn begonnen. Keizer Capital Martini Sparks tegen Triple Threat uit Haarlem. En ook om 19:30 Lone Lions tegen Sportief Grasshoppers. Dus de mensen die nog niet een bord hebben leeggegeten, kunnen nu beginnen aan het toetje. Op twee velden tegelijk. Dat wordt schakelen, Ruben. Zeker. Dus laten we er een eind aan breien. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Ja, tot de volgende keer allemaal. Dankjewel. Hoi hoi.